Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Het is weer tijd voor een map randomizer met Sando en Nando. Sando en Nando zijn erin. Yeah, baby. Het is tijd voor Pokémon Platinum deze keer. En ik vind dat best spannend, want deze game ken ik helemaal niet zo goed in vergelijking met Emerald. Dus dit wordt voor mij wel iets moeilijker. Dat is mooi, dan maak ik ook een keer een kans. Yeah, Sando maakt kans. Laten we eventjes de bingo kaart... langs gaan. We moeten 5 rematches met trainers doen. 25 DM's. Oeh, die is wel pittig. Return the sweet key. Een Pokémon met een item related ability. Oké. Okay. Apply a ball seal to a Pokémon. Oké. Okay. 12 Poketch apps. Protector, Reaper Claw, Magmarizer of Electrizer als item hebben. Een Pokémon met... een stat-related ability. Oké. Okay. Zoals huge power. Ja, toch ook intimidate. Ja. Zou toch ook omvallen, denk ik. Oké. Okay. Use struggle. Nou, die is op zich niet zo heel moeilijk. 7 different types of Pokeball. Oké. Okay. Black belt, expert belt of focus sash. Battle Rotom. Oh ja, dat kan in Platinum gewoon, hè? Ja. Zeker. Een Pokémon met een non-HM 2-turn move. Oké, dus geen Fly. Dus Fly mag niet, maar Bounce wel. Ja. Of Hyper Beam. En Bite, ja, dat is 3 turns, dus dat telt natuurlijk niet. Nee, ja, ik weet het niet. Bite. Ja, is lastig. Nah. Nee. Sprayduck, oké. Snover, Sneasel of Gligar. Old Keystone, nou, die is niet zo moeilijk. Defeat 8 hikers. Oh, dan moet je dat echt goed bijhouden. Succes met bijhouden. Ja. Defeat all 3 trainers in Fuego Ironworks. Oké. Luxio, Martiena en... Of Houndoom. Oké. Train a Pokémon to level 45. Oké. Trainen, dus niet vangen. Ja, vangen kan ook. Of niet. Of moet je dan een Pokémon van level 44 vangen en hem dan een level uppen? Ik vind als je hem gewoon eentje van boven de 50 vangt, ook wel goed hoor. Boven de 45. Ja, ik ook. Het scheelt weer tijd, weet je. Precies. HM5, Defog. Finian, Remoraid, Goldeen of Barboach. TM. Ja! Seeking! TM67, Recycle. 6 verschillende Flying Type Pokémon. En 20 verschillende Pokémon in totaal. Oké. Okay. Is dat dan van de Pokédex of doen we gewoon 20 Pokémon? Ja, verschillende Pokémon. Gewoon 20 verschillende Pokémon. Oké. Dus Pokédex hoeft niet per se te zeggen, je hebt de 20 gewoon... Nee. Je moet gewoon 20 verschillende Pokémon's hebben. Oh, trouwens, het is sowieso geen randomizer. Dus dat is natuurlijk... Klopt de Pokédex ook gewoon. Ja, dat klopt ook. Ja, zeker. Alleen de map is randomized. Ja. Dus, ik denk dat we gewoon weer voor... of wie het eerst de volle kaart heeft, wat eigenlijk nooit gebeurt. Of wie het eerst om 5 uur klaar is. Of wie het verst is om 5 uur. Ja hoor. Ja. Dan denk ik dat we nu gaan beginnen. Ja, tel maar af. 3, 2, 1, go! Zo. Okay. Lange tijd geleden dit. Zeker. Met speed-up, toch? Ja, zeker. Ja. Gelukkig. Vergeet dat niet. Yes. Nee. Ja. Nee. Ik ga nu al slecht. Okay. Oh, dat is niet zo Seeking. Nee. Die zit wel aan de gaming. Dat is wel heel puiking. Wanneer is de laatste keer dat we die Emerald randomizer hebben gedaan? Of bingo. 5 jaar geleden? Damn, bro. Time flies when you're having fun. Ik weet het niet eens meer. Nee, ik denk ergens in begin maart. Ja, dat denk ik. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Dat zou haast kunnen. Ik ben 3 weken of 4 weken lang bezig geweest met Fall Guys boosten. Jezus, wat een kutzooi was dat. Waarom doe je het dan? Omdat ik gewoon die... Ja, ik ben zo'n trophy hunter, weet je. En ik wil gewoon zoveel mogelijk trophies hebben.
En die game was op zich wel te boosten, alleen je moest gewoon genoeg mensen hebben. Ja, dus ik was eerst altijd, was ik vorig jaar al een server gejoind. Een Discord server, waar ze dat deden. En dacht ik, oh, dan kan ik wel een keertje gewoon meedoen. En dan poep op de stoep, dan haal ik het wel op een gegeven moment. En toen las ik ineens van, de oude launcher gaat neer van Fall Guys. En dan krijg je een nieuwe trofeelijst. En als jij nu gewoon niks haalt, dan blijft het voor altijd zo staan. Dacht ik, no, fuck no. Nee. Dus toen ben ik echt als een malle meer gaan begonnen. En ben ik gewoon met die Discord server bezig gegaan. En ik had ook nog op een van die forums waar ik dan trofee kan bijhouden. Waar mensen dan boosting sessions aanmaken. Was ik één sessie gejoind waar al echt iets van 30 mensen in zaten. En om een map te vullen heb je 40 nodig. Dus dacht ik, oh, dat komt wel goed. En toen werd dat een hele Discord server. En ik ben daar redelijk goede vrienden mee geworden met de mensen daar zo. Oké, oh, dat is wel leuk. Dus in de toekomst als we weer een andere game vinden, dan gaan we weer met z'n allen boosten. En onderling kunnen we nog met z'n allen het een en ander gaan boosten. Dat is wel vet. Dus, dat wordt wel heel vet, inderdaad. Nando, do be making friends, though. Yes, yes. Ik ben daar best wel goed in. Goeding inning. Dan kan ik heel goed mee. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dit wel een beetje gemist. Gewoon weer even ouderwets met jullie bingo'en. Ik zou ons ook missen. Sander heb ik natuurlijk nog regelmatig gesproken met de Mario Generation Inks. Ja, crazy. Ja, ik had gewoon echt geen tijd, want ik ben ook door de week dan bezig geweest, elke avond. En dan begonnen we om 8 uur of 9 uur. En dan gingen we door tot 1 uur 's nachts of zo, 1:30 's avonds. En dan elke dag door de week, ja. En ben je vaak eerste geworden? Ja, we moesten wel, want we moesten met z'n allen moesten we 20 keer eerste worden. Alleen die game is zo echt fucking gebukt, weet je. Dan als je eerste wordt, dan krijg je een of andere badge. Maar als je dan niet de eerste plaats badge krijgt, dan telt de race niet. What the fuck? Ja, en die game is zo buggy dat het de ene keer wel zo is dat je die badge krijgt en de andere keer niet. Oké, dat is wel raar. Dus dat is wel. Dat zoog echt zo hard. Want ik had gewoon netjes bijgehouden hoeveel winst ik had. En dan op een gegeven moment had ik 20 en dan kreeg ik die trofee niet. Dan dacht ik, fuck me. Ja. Dan ben je fuck. Ja. Dus daar ben ik een beetje mee vast komen te zitten. Maar ja. En er waren iets van 60 mensen in. Die boosten. Dus tel uit je winst. Je krijgt maar één. Je krijgt één beurt en dan mag je 3 keer winnen. Ja, dat gaat het wel heel lang duren voor sommigen. Yep. Ik heb van Lucien verloren. Nice. Ik heb Riley gevonden. Wacht, is Banjam Town ook al gerandomized? Ja, alleen de ding is niet. De research lab zeker. Ja. Kijk, hier kan ik wel een F1 gebruiken. Oh ja, daar ben ik al geweest. Oeps. Oh, dit duurt allemaal zo lang, dat begin. Maar je hebt toch de speedknop, Sanderman? Ja. Duurt het alsnog. Maar weet je wat ik ook heb? Geen geduld. Ah. Ik ben wel mee. Ik dacht, maak eens de poedering. Dat is bij sommige mensen wel moeilijk, inderdaad. Nou. Die is op, inmiddels. Oh, yeah. Oh, jij bent Rowan? Dat wist ik nog niet. Ik heb deze game nog nooit gespeeld, namelijk. Oh nee, ik drukte op nee. Nee. Shit, dude. Wil je een Pokédex voor me doen? Nee. Ja. Dan wordt het tijd dat je een keertje een Generations gaat doen, Sander. Zo. Omdat je dan alle Pokémon games leert kennen. Oh ja, maar ik ken deze game ook wel. Ik heb deze game ook wel gespeeld. Ik was alleen maar aan het joking. Dit is Sander's beste game. Dit zijn bijnaam jokering. Ah, volgens mij wel. Volgens mij wel.
Dus ja, en dan moet ik wel zeggen, ik vond die vrije tijd van even geen TSG, vond ik wel best wel chill. Snap ik. En dat is niet lullig bedoeld hoor, Jordi, want ik weet dat je dit luistert. O jee. Ja, hij wil altijd voor tijdens zijn werk of wat dan ook, dan heeft hij achtergrondgeluid nodig. Wij zijn een podcast, zijn we. Ja, wij zijn een podcasting. Ik wil zo graag ooit een keer een podcast doen. Ja? Ja, lijkt me echt heel gaaf. Ik heb dat wel eens voor school gedaan met een vriend van me. Dan moest het een music podcast zijn. Zijn we naar een band geweest. Een kleinschalig hoor, niet... Dat was dan een drummer en een gitarist. En die hebben toen ook gewoon, hebben we daar muziek opgenomen. Dat was wel heel vet. Dat doe ik niet zomaar nog een keer. Kijk, stat-related ability. Nou ja, als intimidate telt, dan heb ik al één vakje. Nice. Ik heb Riley gevonden. Ja, ja die vond ik net ook, ja. Oh, 2 hackers meteen. Ik ga wel echt flink hard verliezen, maar... Oh nee, geen 2. Hè? Wat? Riley is toch altijd dubbel battle? Dan ga ik echt verliezen. Ja. Waarschijnlijk denkt hij van... Yo, je hebt geen tweede Pokémon. Dus je bent een losering. Dat is gek. Normaal gesproken heb je nog altijd een dubbel battle. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar misschien... Ik ben er ook nog nooit naartoe gegaan met 1 Pokémon, moet ik eerlijk zeggen, dus... Oh, dat is, Misschien dat het is. Dat zou best wel eens kunnen. Oké. Die. Waar, zou je dan een podcast over willen maken, Milan? Ja, dat is een beetje de vraag. Er zijn wel meerdere dingen waar ik een podcast over zou willen maken, maar... In je eentje kan dat niet, dus je moet altijd iemand die net zo graag wil als jij vinden, zeg maar, snap je? Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. En zo nu en dan een gast is leuk, maar dat is leuk. Alleen ik wil niet in mijn eentje de enige zijn die altijd de podcast doet, zeg maar. Snap ik. Ja, dat is wel lastig. Kijk, ik zou een Pokémon podcast al vet vinden, zeg maar. Of, wat heb je nog meer? Nintendo podcast of zo. Of, er zijn wel meerdere dingen waar ik podcast over zou willen doen. Ja, dat lijkt me wel grappig. Maar ik denk dat het een beetje op een gegeven moment uit de spaten loopt als je een podcast op 1 onderwerp gerelateerd gaat doen. Als je want waar wil je dan de hele tijd over hebben? Ja, nou, als je altijd wel iets om over te hebben. Als je bijvoorbeeld Pokémon doet, dan heb je in het begin heb je denk ik wel heel wat dingen die je kan bespreken, maar op een gegeven moment dan... Ja, er wordt zoveel content gepompt, zeg maar, dat je wel eindeloos door kan gaan. Ja, enigszins wel, ja. What the fuck? Normaal gesproken moet je toch die quiz doen met die clowns? Ja. Ja, inderdaad, dat hoeft er helemaal niet. Hè? Huh? Nee, dat klopt wat je zegt. What the fuck? Oké, nou ja, dat zal dan wel. Ja. Nu jij het zegt, ik kreeg gewoon meteen de Pokécash. Ja, same. Oh, misschien omdat dat bugged is met de map randomizer. Waarschijnlijk, ja. Maar dat kan helemaal niet, want die clowns staan gewoon in Jubilife, dus dat zou helemaal niet logisch zijn. Oh, ik word afgemaakt, alweer. Dat is cool. Misschien is het een idee om... Hiervan deze weet ik alleen even niet hoe... Oh, kut. Gaat helemaal fout. Save state. Oh, mij is mijn speed-up echt zoveel trager, want ik... heb net pokeballs gekregen en je zit al in Jubilife. Ja, dat is horen. Wij zijn ook gewoon Pokémon Masters. Ja. Ik ook. Nou ja, aan de andere kant, we hebben al een keertje Emerald gedaan, of Platinum gedaan. Maar dat was dan alleen Map Randomizer en dat, ja. En dat is ook al lang geleden. Ja, klopt. Dat is al zeker 3 maanden of zo. Nou, langer denk ik. Als het niet zelfs langer is. Ja. Kijk, het is een potion. Ik ook nog dood ook. Oh, wat zonde. Ik heb bij deze een beetje het gevoel dat ik heb van... Waar moet ik in godsnaam beginnen? Dat heb ik nu. Ja, er is echt ziek veel om te doen. Dus dat doe je niet echt 1, 2, 3. Nee, dan moet gewoon een betere Pokémon hebben. Dit wordt het niet.
ga één locatie in, kom gelijk bij die laatste dubbel battle tegen Mars en Jupiter. Ja, maar, ja, ja. Maar dan in de, niet in Mount Coronet, maar in de vulkaan gebied. Ik weet even niet hoe die heet. Ah, shit. Ah, dan kom je weer hier uit. Ja, dat is niet de bedoeling. Oh, nu heb ik Aaron. Die wil ik ook helemaal niet. En je hebt wel de Elite 4 gevonden. Ja. Die doe je a leading for. Lucian en Aaron. Ja, maar dat maakt in deze randomizer niet uit. Nee, dat is waar, maar... Daar had ik wat aan gehad als ik, als ik de normale randomizer, map randomizer deed. Ja, dat is waar, ja. Oh ja, niet zo. Ja. Ik zou wel een legendarische Pokémon kunnen gebruiken eigenlijk. Oh, dat had ik niet verwacht dat jij die kon gebruiken. Hoezo kun je die gebruiken dan? Waarvoor? Voor Onage. Onage, ah. Weet je wel. Onage, ja, die ken ik wel. En niet water, ja. Ja. Niet de water. Ik dacht gelijk aan water. Ik dacht watervorm Onix. Nee, ik bedoelde niet de waterform. Ik denk gelijk aan de watervorm Onix. Ja. Dat is een foutje. Maar dat kan gebeuren. Oh jee. Dus hebben jullie nog wat ondernomen de laatste paar weken? Nee. Gewerkt. Alleen lekker gewerkt. School. Veel video's gemaakt. Ja, ik zag de Blazing Emerald. Daar geniet je wel van, hè? Ja, en het leuke daaraan was... Ik heb 10 afleveringen opgenomen in 2 dagen. En toen moest ik mezelf stoppen om niet verder te gaan. Want ik dacht van, ik wil eigenlijk verder gaan. Maar dan wordt het allemaal niet meer relevant wat ik zeg maar. Ah ja. Ja, dus, dat is wel een lastig dilemma dan. Dus toen ben ik even gestopt, dus... Daar ga ik pas mee bezig als het bijna tijd is, zeg maar. Mm-hmm. En toen heb ik heb met Sanne nog heel de Generations afgemaakt. Oh, het is al af? Ja. Vet erg. Ik ga niet zeggen hoe het eindigt, maar het eindigt op een manier. Dus doe ik het toch. Shit. Kut. Ik deed nog zo mijn best, oké? Ja. Dus, ik heb geen shinx. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb Professor Layton helemaal afgemaakt, dus daar ben ik al ook aan de volgende begonnen. Oeh. Ja, dat wist ik. Dat wist ik. En we hebben al plannen gemaakt voor de volgende... ja, daar heb ik ook echt zin in, man. Voor de volgende serie van Sander en mij. Oeh, dat... Het werd Pokémon gerelateerd, toch? Dat klopt. Het wordt Pokémon... Black? En White? Ja. Ja. Hebben jullie die weinig gespeeld? Weinig, ja. Ik zou ook... Die games ken ik niet uit mijn hoofd, zeg maar. Ah, ja. Je dacht dat ik bij Emerald al verdwaald raak. Nou, bij die games... Je wil niet weten. Ja, bro. Ja, dan wordt het al helemaal een ritje. Maar ik heb er wel heel erg zin in, omdat het gewoon gaat voelen als een nieuwe game of zo. Ja. Terwijl het niet helemaal een nieuwe game is... Maar zo gaat het wel voelen. Yo, ik heb meneer Kluis gevonden. Meneer Kluis? Ja. Mr. Safe? Ja. Nee, Locker. Luker. Het is Luker. Oh, meneer Kijker. Mr. Kijk. Mr. Kijk, kijk hier. Luker, Locker, allemaal hetzelfde. Kijk. Het komt in de buurt in ieder geval. Yes, recording. Net zoals Leaking. Ik heb ook echt nog helemaal niks, volgens mij. Wat dat ding heeft... Oh jee. Telt Blaze en Overgrowth trouwens ook? Voor als stat? Stat related? Want dan push je stat als... Ik heb Blaze niet geteld, maar... Ik ook niet, maar in principe kan het wel. Dan hebben we allemaal gewoon dat vakje. Ik heb een legendarische Pokémon gevonden, maar niet eentje waar ik iets aan ga hebben, denk ik. Regigigas van level 1. Nee, een Juxie. Ah. Nee, dat is niet echt het dier van het. Al moet ik zeggen... Is... Juxie. Oh, dit is ook gewoon... Ja? Wat? Ja, voor in het begin is het misschien niet zo erg om een Juxie te hebben. Behalve dat hij
lelijk is. Ja, dat klopt. Maar ja, Sander, wij nemen ook met jou nog steeds op. Shit. Oeh, nou, dat was wel een zieke... Dat was een grapje. Nou, niet zo pijnlijk hoor. Maar Sander, de eerste disrespect tegen Uxie, hè? Ja, oké. Okay. Jongen, ja. Dat was gewoon een grapje. Oh, ja, die van mij was ook een grapje. Ja, maar Juxie kan het tegen en ik niet. Dat is het verschil. Wie is het probleem? Ik heb zo'n cherry burying. Dat is wel een hele zieke burying. Yo, vrouw, ga even. Sprayduck! Kabooming! Waar staat die? Kabooming! Lekker Sandering, je staat voor samen met Nandoing. Dit hebben jullie niet gezien. Ik heb wel een hele zieke locatie gevonden. Dat mag. Mag dat niet? Nee. Wauw. Het wordt gewoon geen gunfactor. Yo, ik heb zo'n Poketch. Kabooming. Hoeveel apps heb ik al? Dat is de vraag van vandaag. Ja, en van morgen. Oh yeah. Oh ja, in deze game kun je zien of je geheeld bent. Oh, dit is zo'n... Misschien is dat fijn als wij ooit weer een keer een Soul Link gaan doen of een Cage Lock, Sander. Ja. Dat we kunnen zien dat we geheeld zijn. Route 205. Oh, dat is op zich... Misschien naast helemaal nog niet zo heel slecht om daar te zijn. Oké, Super Potion. Zo'n potion die super is. Ja, ik weet alleen niet goed wat ik wil. Jij maakt het verschil. Pokémon. Do I making het verschil, though? Dat is de echte vraag. Oh, ik ben dood. Oh, nu ben ik weer helemaal thuis. Oh, ja. Omdat ik natuurlijk... Nog niet in een Pocket Monster Center ben geweest. Nee, ik heb nog geen Pocket Monster gevonden. Oh, dan moet ik dat hele end weer teruglopen. Ja, ik had al wel een center gevonden, maar toen ik feinte, toen kwam ik in bij mijn moeder terecht. Dat is raar, dat had ik niet. Ja, maar heb je daar ook echt geheeld? Ja. Oh, normaal hoeft dat niet eens, normaal hoef je toch gewoon maar naar binnen te lopen. Nee, altijd niet, volgens mij. Nee, je hoeft niet te healen normaal. Alleen maar naar binnen te lopen. Oh. Voor mij dan, hè? Ik bedoel niet dat dat een nieuwe mechanic is, maar ik bedoel, dat wist ik niet. Zo bedoel ik het. Bruh, ik was vergeten dat de eerste encounter in een gebied al gelijk gedetermined is als je binnenstapt. Fuck. Dat is niet zo handig. Is dat zo? Ja, ik ging een stuk Mount Coronet in en ik kom... Alleen maar Graveler keer... tegen. Nee, dan was ik wel blij geweest als ik niet tegenkwam. Ik kwam Chingling tegen. Oh, ik kwam dus elke keer Graveler tegen, toch? Maar dan is hier geen andere Pokémon. Maar dat is elke keer de eerste encounter. Is dat alleen in deze game? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we dat de vorige keer ook hadden. Hmm. Oh, dit is niet de locatie waar ik naartoe wil. Sunny Shore. Oké, nou, ik kan wel kijken. En dan kom ik weer in Eterna. Sowieso ga ik alles weer vergeten hier. Ja man, de daycare. Ja, super nice. You do be caring about the day. Zeker. Lekker babysitten. Ik ken wel even. Dekkeltje. Oh, dit gaat dood. Het is echt zo'n kut locatie. Duur ding hanging. Dit. Oh, nu ben ik wel dood. Oh, dan ga ik natuurlijk weer helemaal vanaf mijn moeder. Nee. Yes, let's go. Lekker bezig, Sander. Oh, ik schiet echt op een schaal van 1 tot 10 schiet ik niet op. Niet alsof wij echt heel erg... Nee. Ja, maar jullie maken nog wel progress in de game, denk ik. Ook niet. Oh. Jullie zijn ook nog elke keer weer bij Jubilife? Nee, dat niet. Nee, dat ook weer niet. Ik zit wel echt
overal en nergens steeds. Kijk, hier wil ik ook niet naartoe. Ja, dus we moeten gewoon doorgaan. Alleen, ik durf niet zo goed, volgens mij. Ik moet meer durven, dat is het. Conclusion. Ken je dat? Conclusion? Ja, dat is wel... Dat is wel een hele sterke conclusie. Oh, fuck, nee, dat moest ik niet doen. Oh, wacht maar, ik had het al sowieso verpest. Ah, nee. Oh, ik heb quaking attacking. Nu kan ik snel attacking. En ik kan het waiting. Ik wilde juist niet healen, maar dit heb ik toch wel gedaan. Oh. In the wearing. Galactic. Team Galactic King. Oh. Wat is dit? Oeh. Dit is... Hier heb ik helemaal niks aan. Als ik softlock ben, dan ben ik fucked. Oh, X-Accuracy. Daar heb ik niks aan. Open voor Meunie. Ja, die guy kan ik sowieso nog niet verstaan. Dus dat gaan we eerst nog maar niet doen. Jij maakt het verschil, wist je dat al? Hey, Unknown F. Nee, wist je dat nog niet? Doe een Unknown F in de chat. Ja. Nou, kan ik niet. Alhoewel, ik heb wel op mijn computer een font staan dat ik gewoon in Unknown taal kan typen. Echt? Dat is al vet. Ja, ik wou dus ooit met Simon... Oh, als mensen dit idee trouwens afpakken. Ik wou dus ooit met Simon een Pokémon Lingo doen. Alleen, dat is nooit meer doorgegaan. Want hij had toen andere shit. Hé hey Milan, zullen we een Pokémon Lingo op jouw kanaal doen? Oeh, daar heeft nog nooit iemand bedacht. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Dat zijn wel de eerste. Ik kan je ook niet vertellen waar ik die font vandaan heb. Ja, dat is een kwestie van Google. Nee, op Google was hij niet te vinden. Ik heb hem helemaal zelf gemaakt. Je moet hem zelf maken, dan kan je hem alleen gebruiken. Ja, dat is de enige manier waarop you can in gebruiking. Enige maniering. Waking attacking. Oh, wat is dit? That thing not working. Oh, dit is wel... Tackling? Oh. Wel working. Oeh, de fans. Nou, dat vind ik eng. Scratching. Tackling. Ik denk dat het een tijd is voor even een slokje. Oh. Blokkie? Mm. Ja. Van wat? Mm. Cola. Yo, niet sponsoren. Bruh, ga niet sponsoren in mijn video. What the fuck? Maar cola is toch geen sponsor? Hij heeft toch geen merk? Jawel, dat is het merk. Cola. Maar het was een joking, want het is eigenlijk Pepsi. Maar nu heb je Pepsi wel genoemd, maar geen ander merk. Yo, what freaking. Je kan er vast wel mee leven, Sander. Nee. Ja, oké, fine. Het is niet alsof ze gaan copyright claimen. Toch? Nee, maar nu kan ik geen geld meer vragen voor deze video. Anders had ik nog de zieke onderhandeling kunnen doen, maar ja. Dat valt nu allemaal in de duiging. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Dat is niet zo leuk, King. Dat bedoel ik, King. Yo, ik heb een Shinx verslagen die een leveltje hoger was. Met mijn eigen Shinx. Kabooming. Jinxing. Dat is wel Shinxing. I do not aan Jinxing. I do aan Shinxing. Maar heb je wel die ene met die mooie ability genaamd Intimidate? Rivalry raises attack if the foe is the same gender. Yeah. Telt dat? Yeah. Nou ja, nou, je weet al, je mag... Booming. Ja. Oh, ik moet nu niet healen. Ah, dan... Ja, op zich. Dat had ik moeten doen toen ik... nog minder attacking moves had. Bedenk me nu. Amber kan toch burn, of niet? Ja, maar dat is kan, een kans. Maar... Heel lage cleansing. Oh, ik moet niet dood. Oh. Ik ben Cynthia en ik geef jou de CUT TM. Yo, dat vind ik heel erg kut. Maar wat moet ik dan gaan snijden? Mezelf? Nee, die gaat ver. Even kijken. Oh, ik dacht dat ik geheeld was. Ik mis met emo.
Behalve dat je dan jezelf snijdt, dat is niet heel tof. Dat is maar niet zo, dat is niet zo poggers. Tip, snij jezelf niet. Ah. Kan gevaarlijk zijn. Wel een goede tip. Ja, daar heb jij nog niet aan gedacht, hè, Mino? Hey, nee. Daar dacht ik al in. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Ja, sorry. Sorry, Ink. Ik heb zoveel tijd verneukt, dat is niet te doen. Anders ik wel. Maar ik weet ook niet echt zo goed meer waar ik moet beginnen, weet je. Yo, grab of a ring. Oh, die doet self-destructing. Kijk, dat is klaar. Ik denk dat dit zo'n ding wordt dat we gewoon niet echt een hele volle bingo kaart hebben. Het gewoon een beetje half-half wordt gevuld. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Nee. De game is ook iets langer dan Emerald, voor mijn gevoel. Oh ja, ik kan niet healen, fuck. Oh, ik ben dood. Ja, dat viel op zich wat te verwachten. Als Lucario nou eventjes die Golbat aanvalt. Ja, kijk, dat is chilling. Zou ik op half health met 3 Pokeballs een Golbat kunnen vangen? Jij wel. Hoop het. Eigenlijk moet ik met 1. Eigenlijk had ik Zeestape moeten doen, bedenk me net. Nu is de Golbat dood. Maar Starly wel levels omhoog. Dat is niet waar ik voor ging. Maar toch gebeurde het. Ik heb een Infernoing. Dat is wel poggers. Ja, deze guy hield je de hele tijd. Oh, wat chill. Daar was ik aan niet gedekt in. Absorbing. Oh, voorsprong killt hem. Ik denk, ja, ik ga hem nog eventjes verzwakken. En toen deed Lucario dat al voor me. Wel lief op zich. Hij wilde je helpen. Hij wil me wel helpen, dat vind ik wel lief. Mag ik zo'n lief in de chat? Hashtag al een chat. Wat een absolute chat. Die Gravelvers killen zichzelf de hele tijd, jezus. Ze willen niet gevangen worden door jou. Nee, dat merk ik. Dat is toch gek? Ik doe niet merking. Nou, nah, dit weet ik niet. Oh, die Golbat, kijk, dat is iets makkelijker. Laat Lucario Golbat focussen, dat was niet de bedoeling. Wat is dit? Ja man, de Pokémon League. Beste locatie ooit om te vinden. Oh hey, Gravifer, als je nu... Razor Leaf, Earthquake. Ook goed. Nee. Razor, oh nee, ik ben nu alleen nog over. Oh ja, oké. Okay. Valt me mee. Dit gaat echt zo slecht. Kut. Dit gaat niet zoals ik wil, heen. Very setting. Oh, nu wel. Oké. Okay. Zo'n safe stating. Ah ja. Oké. Okay. Back. Pokeballing. Ja, ik heb zo'n Gravifer. Kaboom. Dat is wel heel... Ik wil hem Kaboom noemen, maar de tijd. Fuck it. Noem hem gewoon Kaboom. Ik zou ook uitroeptekens. Ik weet dat dit op snelheid gaat, boys, maar boeien. Ik moet hem toch gewoon Kaboom noemen, gast. What the freak. Dat moet gewoon kunnen, toch? Nou, moet gewoon kunnen. Dat dacht ik dus ook. Dead eye acting ook, in. Ik kan nu wel hoger level Pokémon verslaan. Kaboom. Zeker Kaboom. Dat is de verkeerde. Oh ja. Oh, ik heb Spark. Spark is wel goed hoor. Ja. Elektrocuteer die bitches maar even. Inderdaad. Vooruit, omdat jij het zegt. Duskbal. Dat is de... Moet je 7 bals tegelijkertijd hebben? Ja. Ja. Ja, dat vind ik wel netjes. Oh, nu ineens kom ik ook Onix en Steelix tegen. What the freaking. Die heb ik nog nooit in gezien, in. Oh. 1. Oké, dat wordt hem dus niet...
Train a Pokémon, wie heeft dat nou alweer dan? Oh, my landing. Is jou er niet rond dit level, Sander? Nog niet. Nee, ik wil niet resten. Maar ik heb een andere tactiek. Earthquake, baby! Oh, wacht, Lucario is ook weak tegen Earthquake. Oh, wat dom. Ik ga mogelijk dood. Oh nee. Dat is mogelijk niet handig. Nee, ik had niet mijn Lucario moeten killen eigenlijk. Ah, heeft ook. Dragon breathing. Niet doe breathing the breath. De dragon bedoel ik. Breath. Ik heb gewoon zo'n super potioning. Freaking. Dat is wel heel handig. Earthquake? Dat is super effective, want het is een Steelix. Een Steel Ground super effective. Of zo. Nou. Kaboom. Leveltje omhoog. Maurice. Yes. En die andere guy. En? Kabooming. Nou, zie, ik zei toch dat ik ging verliezen. We zijn net begonnen. Oké. Okay. We are net begonnen. Waarom doet hij niks? Since you've been gone! Nee? Nee. Hallo. ik denk dat mijn rom kapot is. Dat denk ik ook. Ik zie wit. Ja. Oeh, ik hoop dat je safe stage hebt gezet. Niet recent. Dat is fucky tippy. Dat is wel heel sad. Ook dat werkt niet. What the fuck. Kijk, okay. De strat is bijna rond. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Struggle! Ik heb ook niet in-game gesaved. Oh, dit was vlak voor die dat ik die Graveler ving. Oké, dat is te overzien. Dat is wel balen, want dan heb ik hem niet, maar goed. Ja, hij redde dat niet. Oké, ik ben in ieder geval weer geheeld. Jee, ik heb hem weer. Oh, nice. Alweer. Oké, eventjes. Hippopotas. Ik had al trouwens Arceus gevonden, alleen catch rate is 0,0. Dus... Wat je gevonden? Arceus. Echt? Ja. Oh ja. Maar de catch rate is 0,0, dus ik heb een paar pogingen gedaan, maar... Dan kan je inderdaad beter een masterball hebben. Wacht, ja. Ben je naar dood gegaan? Oké. Hier, ice shard op je gezicht. Dat is niet heel ziek. Oké. Nou, nu ga ik niet verwachten dat ik deze battle zou verliezen. Ik ben een beetje sad nu. Dat valt te begrijpen. Oh, nu heb ik die Luxio ook niet. Maar die krijg ik wel weer. Dus ik laat hem eventjes aanstaan. Cheater. Goed. Nee, grapje. Als het nu heel lang ineens duurt, dan ga ik hem wel even uitvinken. Maar ik denk, ik krijg hem toch zo weer terug. Dat is wel echt een moment. Brain. Kijk, big brain move. Joeboe! Ligt het aan mij of komen er heel veel explosies nu? Ja, omdat ik zo'n Graveler heb. Met self-destruct? Met self-destruct. Zal ik het doen? Ik ga het niet doen. Doe maar. Oh, ik had het wel moeten doen. Voor de grab. Waarom niet, hè? Ja, waarom eigenlijk ook niet? Dat is gewoon crazy om het niet te doen achteraf. Denk me ook. Kaboom. Yo. Kabooming. Kabooming.
Die wil ik liever niet. Ja, alles staat er ook weer. Perfect. Ik ga wel eventjes meer safe stages zetten. Verstandig. Ja, voordat hij weer raar gaat lopen doen. Because ja, I do not waiting what a card burring, but I thinking it is enging. It is enging. Mm-hmm. Dat dacht ik. Hicking. Ik ben zo'n enging master, ik weet niet. Ja, shit dude. Rock blasting, the nose passing. Oh, nose passing is doding. Oké, dat had ik beter die andere guy kunnen. Volgens mij is het echt gedetermined welke Pokémon je vindt. Fuck dude. Ja, nee. Maar dat komt ook omdat we met save states werken. Ik denk dat je met gewoon save werkt niet. Ja, maar dan moet je dat denk ik ook. Moet je hem restarten. Want dat is bij Mario Party ook, hè? Op de DS. Dat is gewoon hoe de DS save states werkt. Ah. Want bij Mario Party is dus ook alles wat die turn gebeurt is predetermined als je save state. Je moet per se je game opnieuw aan en uitzetten. Wauw. Wahaha. Hoor een ander resultaat. Dat is wel echt een wahaha. Wahaha moment. Mm-hmm. Ja. En ik kan de waiting. Kijk. Kan jij het waiting? Ik do be waiting. You do be waiting indeed. Ik kan er maar één kopen. Kijk wat. Jinxing is weer een Luxio-ing hoor, boys. Dus ik ben niet meer aan cheating. Geen cheater. En ik dat heb nu al twee wel. Guys verslagen. Veel stoning. Eigenlijk moet ik ook eventjes struggle, maar dan moet ik niet met Riley zijn. Moet weer zo'n zo'n Dialga-ing of een Balking vinden. Die zijn altijd leuk om te vinden. Ja. Ja, dat is in Welling zo, Ing. Ik denk dat ik ook zo'n hele mooie Luxio moet gaan krijgen. Moet even mijn best voor doen. Je beste, Ing? Dat is ja. Wel... Oh, dit is niet zo heel erg... Ja, nee, dit... Waarom zijn het fighting mansions trouwens? Dat wil ik helemaal niet. Daar ben ik slecht tegen met mijn kabooming. Fighting mansionings. Oh jee. Hol bite. Zoals deze kant. Hoe wil je trouwens 6 verschillende flying type ownen tegelijkertijd? Ja, dan zou je Starly, Staravia, Staraptor al gelijk moeten... Capturen. Nou, maar dat zijn toch geen 6 verschillende? Different flying type Pokémon. En ook legendaries, hè? Dus... Ja, oké. Okay. Dus je hebt de Starly line, je hebt de... Wingull Jettot. Line. Wingull. Oh ja, Jettot ook. Pidgey. Sparrow. Waar ja, die zijn die... wel lastiger te vinden. Maar nee, maar we zijn randomized, dus het kan wel. Het is niet randomized. Of ja, de map bedoel ik. Ja, de map wel. Dus dan kun je daar wel uitkomen. Ja, dat die kans is er wel. Dus okay. Dan valt het wel mee. Then it do be falling mee. Inbeating. Gelukkig ging. Maar 20 different Pokémon, is dat 20 tegelijkertijd? Of is dat gewoon 20 zoals de Pokédex stelt, zeg maar? Ja, wat wil jij, Milan? Nou, maar nee. Gewoon 20 verschillende Pokémon's. Dus dat je letterlijk in de box 20 verschillende Pokémon's hebt? Ja. Ja, nee, oké. Okay. Top. Ja. Nee, dan dat gaat nog wel even duren, denk ik. Ja, dat... Ik ben er niet zo goed mee. Maar dat maakt niet uit. Dat gaan we nog worden. Hoop ik. Oh, fuck me. Oh, Lucario is dood. Steelix is ook dood. Kabooming. Luxio level 20. Waarom train ik Luxio nog? Geen idee. Kut. Running. Oh. I said running. Geen andere keuze. Nee,
Jullie hebben de Old Keystone al. Misschien moet ik uit Iron Island. En gewoon doorgaan. Zou kunnen helpen. Ja, ik weet niet. Ik ga hier wel lekker eigenlijk. Ik denk misschien... Je weet niet wat hier gebeurt, hè? Ik weet het niet. Nee, dat is zo. Ik wou eigenlijk hier gewoon door naar het volgende poortje, maar... Dat schoot nog niet echt hard op, eerlijk gezegd. Oh, en ik ga dood. Ai, ai. Quacking, siring. Working, siring? Ja, ken je dat niet? Nee. Oh, dat is zo'n guy. Is dat zo'n guy? Wat voor guy is dat? Nou, die doet zo quack en dan doet hij zo sire. En ik ga dood. Dat is wat minder. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik had niet verwacht dat ze low punnies hadden en zo. Quack sirings. Die heb ik nog niet eerder tegengekomen in Iron Island ding. Ah, shit, dude. Ja, ik weet het. Leven is shit. Ja. Oh, je ik ga gewoon dood door mijn favoriete Pokémon. Trouwens, what the fuck, dude. Dat heb ik nog helemaal niet eens gezegd. Milan, wat was dat nou weer voor een disrespect tegen Murkrow? Hoezo? Dikke disrespect tegen Murkrow? Die zei fuck Murkrow ofzo. Dat is een van die Blazing Emerald, want die gym die had Murkrow. En die was echt 4 times weak ofzo tegen die Murkrow. Ja, toen was ik waarschijnlijk even boos op Murkrow. Ja, die was heel erg boos. Crazy. Shit, dude. Ik vind het interessant dat als ik dan een Graveler een keertje wil, dat ik die gewoon niet tegenkom. Dat is wel interessant, ja. Dat is wel, dat is wel knap. Snapping. Oh, fuck jou, Medicham. Ah, oh, kan je deze game niet in elke bed healen? Dat is sad. Nee. Alleen speciale bed. Ja. Kun je hier ook Pokémon tegenkomen? Ja. Een Golbat, dat is echt precies niet de Pokémon die ik hier hoopte tegen te komen. Gewoon exact niet. Ja, ik hoopte eigenlijk zo'n Ice-type. Spoiler. Deed hij niet. Deed hij niet, ding. Marking Blasting. Eventjes niet doodmaken. Pokeballing. Oeh, misschien moet ik... Pokeballing. Welke gym moet je verslaan om Fly te krijgen in deze game? 3. Dus Meleen. Nou, je moet sowieso ook de TM vinden natuurlijk. Ja, dat ook. De HM dan, denk ik. Ja, dat bedoelde ik. Ik volgde hem. Ik zit even te denken, want ik weet echt niet waar die is. Yo, sta ik nu gewoon voor? What the freak? Samen met Sandring. We staan samen voor Sandring. Echt? Hebben we alle twee 4? Oh ja. Zet. Deze moet ik even bijhouden. Ik wil escaping. Met een roping? Nou, die heb ik niet. Waar kom ik uit? Mount Cornet. Oké. Leuk. Gezellig. En Machoking. Machoking? Niet dat. Die laat jou choking. Wacht, doen we met PG? Of doen we zonder PG? Hoe bedoel je? Waar heb je het over? Gewoon... Ik zei met Choke Me Daddy, dus daarna zei ik voor de grap... Oh wacht, doen we met PG of zonder? We hebben nog nooit... we hebben nog nooit gedaan dat het niet kon, dus... Gelukkig geen. Oh, is een Chingling sneller dan een fucking Starly? Oké, gozer. Oké. Tuurlijk, joh. Ja, mijn Graveler is wel... Oké. Ja, ik vind dat een beetje crazy. Nou, dat zijn niet de juiste logics. Nee, niet in mijn boek. Jungle. En jij houdt van boeken. Nou, dat valt wel een van die boekingkaars. Hoe fucking slecht is Sneasel, zeg? Jezus. Sneasel heeft een purge. Schaal van 1 tot 10? Slecht. Oh, nee. Graveler doet de Earthquake, maar ik wil Earthquake doen. En hij is eerst. Oh, hij doet Rollout. Circle. Hij is zo'n Spongebobbing. Ja, dat is een zieke aflevering. Nee, van SpongeBob is dat. SpongeBob.
Oh, ik zit hier vast. Ik moet terug. Fuck, go back. Okay, there we go. Run. Nee, I cannot running. Nu ga ik doden. Huh? Oh, ik heb Golbat nog natuurlijk. Die heb ik net gevangen. Dat is ook helemaal weer vergeten. Never forgetting Golbatting. Draai om. Yo, die Team Galactic, echt. Die mag wel eens een keertje omdraaien. Ja, maar ze willen jouw kant op kijken. Ze vinden jou een knappe jongen, weet je. Oké, dat... Nee, ik ben softlocked. Dat is wel niet zo ziek. Oh, wacht, ik kan gewoon doodgaan natuurlijk, wacht. Dat doe ik ook moeilijk. Ik bedoel, een nose pass, als hij niet Thunderwave doet. Je bent een fucking rock type, je bent super effective op me. Doe even je best. Kom op 48, ga even dood. Waarom gaat hij niet dood? Nee! Ik ga echt niet dood. He doesn't want to be dood. Medicham gaat me wel dood. Ja, had je hem gekregen, dankjewel. Thank you, Welling. Handje klappen. Yes, dat scheelt wel dat ik niet gesolflocking ben. Welke move heb ik überhaupt op de team? Oké. Geen enkele. Inderdaad. Ankling moving? That is crazy. Geen enkele moving when you part of a team. Geen enkele moving? Niet het liedje dat ik zong, maar vind ik ook prima. Oh, het klonk als everything. Ja, klopt, daar klonk het ook al naar. Toen jij het zong, hoorde ik het ook. Dat was best wel seeking. Wow, yo, gelijk met mij, Nando Ing. Lekker. Wat? Waarschijnlijk dezelfde battling. Dat, misschien. Oh ja, wacht, ik heb 2 hikers. Dat moet ik wel echt even onthouden. Even kijken. En ik heb nu ook weer een item die wel handig kan zijn. Mijn speed up is wel eens sneller geweest, voor mijn gevoel. Oh! Oh, what the fuck? Ik zit in een contesthal. Ja, dat gebeurt wel eens. Nee, het ziet er echt heel raar uit. Deze cutscene triggert hem echt een beetje crazy, zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Huh? Ze gaat door me heen! What the fuck? Oh shit, dude. Yo, she's Danny Phantom, what the frick? Spoken zegt je slow. De ouders waren een beetje raar, what the frick? Yo, I beg your pardon. Kun je hier niet ook die seals krijgen? Volgens mij wel. Dan moet ik nog naar zo'n Pokemarketing. Want dan kun je de seals ook echt doen. Ja, hoe werkt dat? Ik snap dat niet. Ja, je moet eerst de Pokémon seals krijgen in volgens mij de content guy. Dan kun je niet meer tegen wie je dan moest praten, want ik heb hem nog niet, de seals. Ik heb wel hier een PC. Oh nee, wacht, dat moest gewoon via je PC volgens mij. Volgens mij moet je een seal case hebben of zo. Ja, dan moet je wel ball capsules. Nee, ik heb nog geen seals. Nee. In de remake is het wel wat sneller of makkelijker gemaakt. Ja. Maar daarom heb ik het nooit gehad in de originele games, omdat het waarschijnlijk te gecompliceerd was. In Platinum is het ook niet zo heel moeilijk hoor. Want ik heb het daar ook gedaan als zoveeljarig kind. Ik ben in een Pokémon Center. Dat is wel seeking. Ik heb eindelijk eens Pokémon Centering gevonden. Zo, ik ook ride die ene wel met die Gravelver. Niet Gravelver, de Furfurfur. Yo, Masprinting? Ik heb alleen maar een Duskball. Ik kan proberen. Duskball is wel een goede ervoor. Oh ja, wacht, Masprit is anders. Ja, die is roaming. Oh ja. Als ik eventjes vergeting. Roaming was Masprit ook in Legends Arceus niet die kutte dat je de hele tijd door moest gaan totdat je... Ja. Nee, dat was Azel volgens mij die zo kut was. Ah ja, dat kan ook. Yo, route 26. Hier zijn wel van die pidgeys. Nee. Nou, oké. Nee, wel met cool. Chokemi Daddies. Oh, ik weet nou al niet meer hoeveel hikers ik heb verslagen. Ja, ik heb ze bijgehouden, dus daar ben ik wel blij mee. Oké.
Dat is die. Oh, hier kan je echt niks zonder. Pharaoh. Oh, wacht. Golbat is natuurlijk ook gewoon flying. Ja. Ja, man. Seeking. Seeking nee, niet. Flying. Wat is dit? Safe state. Ah. Doe maar een slot tweetje. En dan doe ik zo'n duskbal. En dan zegt hij. Nee. En dan zegt hij, oeh, ik ben een gevanging. Deze guy Gevanging door Sandring. Deze guy niet, maar dan doe ik het gewoon opnieuw. En dan nog steeds niet. Maar dan doe ik King. Gewoon weer opnieuw, hè? Oké. Okay. Hoe doe je rood? Oh, dat is gewoon F2. Oké, okay. F2. Gaat iets sneller namelijk. Dan doe ik ook met een duskbal. Nee, niet te duiken. Och, mijn grote vriendin Cheryl, hoor. Wat? Mijn grote vriendin Cheryl. Oh. Mee. Ja. Daar heb jij echt heel veel tijd mee besteed. Yep. Weet ik nog. Zijn dikke vrienden. Trouwens, dit kost heel veel tijd. Nou, volgens mij vindt Milan haar niet zo leuk, maar... Nee. Volgens mij is zelfs de pokeball predetermined. Elke keer doet hij één shake. Dat is wel heel erg F-waardig. Ja. Nee, dan hou ik de duskbal bij me. Oké, Vero. Fuck jou. Wow. Dit is nog een TM. Ah, oké, dat is niet aardig. Boeien. Gaan. Boeien. Nee, boeien. Oké, Wat was hier? Oh ja, dat was die caverns. Daar kon ik kon niet zoveel verder. Het enige wat ik kan kijken is waar kom ik als ik dood ga. Oh ja, wacht. Die Old Chateau. Ook een Pokémon Sandring. Oké. Okay. Solasium Ruins. Dat zijn Pokéballs. Odd Incense. Oh, ik wou bijna de Odd Keystone. Die Fog. Ik ben heel blij. Die Fog. Nou, die kun je afstrepen. Dat is wel fijn. Nugget? Nee. Dude. En de Mindblade. Nee, die zie ik ook niet staan. Ah, oh, daar is hij eigenlijk. Maar, ik heb wel eentje extraing. Nothing cooling. Mount Cornetto. Een Cornettootje, lekker. I do be liking the Mount Cornettos. Yo, Stunky, weet je wat jij mag? Erkut op je mond. Wat? De pot op, zei ik. Stuk. Ja, dat mag die ook. Ja, ik heb even over nagedacht. Ik heb even overlegd met de staat. En dat mag ook. Ja. Ja, de staat is het eens. Ja. Dat is wel heel fijn. Druggle is wel echt onhandig. Ja, dan zou je haast al een Magikarp of zo moeten hebben. Oh god. Kom ik terug? Ja, oké. Okay. Ik kan ook een Nando, ik kan ook een Nandootje poelen en gewoon in de underground gaan. Doe het, doe het. Doe het, Milan, doe het. Het zijn allemaal mogelijkheden. Wacht, wat? Welke guy is dit? The ultimate move shall I teach them to your Pokémon? Ja, Blast Burn en dat soort dingen. Is dat... dat is... Blast Burn? Ja. Yeah. This Pokémon can't read it. Sighing. Oké. Okay. Oh, je kunt hier alleen via daaruit. Oké, okay, dus dan heb ik hier niet zo heel veel aan. Hey! Team Galactic staat eigenlijk precies in de weg ook gewoon. Daar zijn Team hier. Galactics voor. Yo! Ja. Ik heb gewonnen. Ik ben namelijk in Victory Road. Dan kun je alleen maar winnen, lijkt me. Met de winnaar. Je hebt nog 69 HP, dan heb je ook altijd gewonnen. Oh ja. Floatzel staat er niet tussen. Nou, dat is wel jammer. Ja, oh, dat... dit is die guy. Van de Pokémon boxes. BB. Dat is niet een guy. Maar... Oh, dan krijg je ook zo'n Eevee. Dat is wel Seeking. Ja, daar heb ik verder niks aan. Want die staat er niet op. Maar... Maak je hem toch Flying Type? En dan heb je een extra Flying Type. Ja, maar... ik heb niet te verder... Featherstone. Nee. Yo, goodbye.
Hij doet een bite. Hij doet bijten. Wat is hier? Oh ja, de old towing weer. Snow Point City, where the grass is white. White, and the girls are ingepakt. Candace. Oh, kut, die Pokémon zijn gepredetermined ook, inderdaad. Ik was met één Pokémon bezig en voor een bepaalde ability, maar ik krijg de hele tijd dezelfde als ik hem tegenkom. Rap. Ja, wat kut. Dus ik heb hem maar gevangen en dan ga ik gewoon doorzoeken en dan hoop ik dat ik eentje vind die de juiste ability heeft. Ik moet trouwens even kijken hoeveel verschillende pokeballs ik nu heb. Even kijken. Ik ben ook echt nul gyms nog tegengekomen. Oh, ik heb bijna alle gyms, behalve de gym die ik wil tegenkomen. Ik heb gym 7 en 8 heb ik gezien. En 2. Ja, ik heb ze. Ik heb 1, 2. Welke is die met dat je met die liftjes omhoog gaat? 6. Oh, die heb ik ook gezien, ja. Oh, dat is 3 in deze game, hè. Oh, krijg je van die fly? Nee. Oh, bedoel je de ghost gym? Nee, met die liften. Ik bedoel... volgens mij is dat de steel gym. Oh, dat is de steel gym. Oh, wacht, met die liften, dat is in Diamond and Pearl. Oh ja, tuurlijk, hier is dat die ghost dingetje. De ghost is derde. Oké, ik bedoel de vierde, Milan, sorry. Is de fighting Diesel. Gym. Je moet de fighting gym moet je vinden. Fun, ja. Fly. Dat is er eentje waar je zeker die... boxballen weg moet slaan. Ja. Ja. Dat is die is super kut, easy. En eindelijk een andere gevonden. Oh, ik ga zo hard dood hier. Turtwig, doe je tackle aanval. Oh, nee. Oh, wacht, hij doet steeds quick attack. Fucking fucker. Fucking fucker. Helping hand. Dan ga ik ook gewoon zelf kutten. Oh, mijn geld. Niet mijn geld. Oh, maar je komt hier natuurlijk binnenin. Ik dacht eventjes... Bij Emerald kom je natuurlijk buiten. Maar hier kom je gewoon binnen. Dus je komt gewoon... Oké, dus waar je ook komt... Je kunt altijd healen, want je komt niet... Ik heb de ice gym ook gevonden. Ik heb alle gyms gevonden, behalve degene die ik wil vinden. Patch. Nou, je moet toch in. Steentje. Jou wil ik niet. Agility, leuk, maar ik zei net al, ik wil jou niet. Dat hoort grootste vastpaker. Ik heb een dondersteen. Ocho. Weer bij Snowpoint City, where the grass is white and the girls are niet white. Oh. Zijn de girls in Snowpoint City white? Ik weet het niet. Wit van het sneeuw. Volgens mij zijn ze wel white trouwens. Snowpoint City is racistisch. Oh jee. Officially. Oh, zijn ze niet white 2? I get it. Misschien. Oh, de Solasian Ruins zijn ook niet randomized? Of is dat een toeval? Oh, dat was... What the fuck, dat was echt toeval. Ik ging een trappetje op en dat was zo'n... hier is alleen een steen. In Salesian Ruins. Dus ik ging van Salesian Ruins naar Salesian Ruins. Het is magisch. Zo magisch als poeder, Sander. De magische poederdans. Poedering. Oh, route 209. Dan ben ik bij... Is dat handig? Wat moet ik überhaupt? Battle Rotom? Defeat Hikers? Zijn die hier? Volgens mij niet. Oh, je bent... Ja, ik weet al waar hikers zijn. Oké. Okay. Ik weet in ieder geval waar ik dingen kan kopen. Dus wanneer... Oh, ik ben zo... Oh! Nice! Nice. Volgens mij heb ik de seals. Heb ik de seals? Dat is de echte vraag. Maar je moet het op een Pokéball applyen, dus... Dus nu moet ik even weer terug naar zo'n Pokémon Centering. Maar daar kom ik net vandaan, als het goed is. Ja.
Dus... Always als mijn rival me gescamd heeft... Can be used because you can't have any seals. Oké. Okay. Mijn rival Gavin heeft me gescamd. Zoals het hoort. Ja, hoort dat zo? Oh, dat wist ik niet. Voel je een beetje misgunnen? Blik bij mij. Dat klopt. Ik ben even bezig hoor, dus ik luister niet. Ah, dan luister je niet, Sander. Nee, precies. Zo. Maar zo accepterend als dat jij bent, zijn sommige mensen niet. Ja, soms is dat lastig om zo'n persoon te vinden, weet je. Maar ik ben blij dat ik jou gevonden heb. Oké, beetje kotsen. Die gaat even in zijn mond, eigen mond kotsen. Echt dat. Jezus, wat maakt mijn PC een geluid? Hij is echt zo hard aan het nadenken. Ja, dat snap ik ook wel. Wat doet deze guy allemaal, denkt hij? Echt, dat weet ik niet of hij dat denkt. Misschien denkt hij dat wel. Hij is in ieder geval wel aan het nadenken. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik ben in Canelabe City. Sunny Shore City, sorry, Sunny Shore. Hoe is het gras daar, Sander? Sommigen zeggen het gras is veel groener aan de overkant. Maar Sander was gaan kijken om het gras te vergelijken. Hey, ik weet waar je Cheryl hebt gezien. Dat was het dus niet. Ik heb Cheryl gezien. Voorlopig weet ik wat ik ga doen. Leuk. Oggers. Oké. Okay. Hey Milan, weet je welke gym ik heb gevonden? Degene die ik zoek. Ja, yeah. Wist je dat? Ik ben zo'n helderziend ding. Oh ja, Interna Forest. Het is best wel fijn als je zo helderziend bent. Ja, op zich. Ja, weet je, ik haat dat als je zo troebelziend bent. Echt hoor. Daar kan ik niet zo goed tegen. Hé, hey, maar dat is mijn mening, hè. Ik bedoel, ik wil niet mensen aanstoot geven. Ik denk dat het voor hen wel meevalt, hoor. Nee, ik weet het. Ik weet het. Het is een beetje een offensive gedachtegoed. Maar... Het is maar hoe je het ziet, weet je. Die zijn zo. Kijk, waar de fuck ligt zo dat ijs? Er ook. Thunderstone. Dat is voor de thunder. En de lightning. Oh. Ah, dat kan nog. Feel the thunder. Weet je dat ik het eigenlijk helemaal geen mooi liedje vind? Oh, nou, dat kan. Hè. Smaken verschillen natuurlijk. Volgens mij heb ik nu wel zo'n aanstoot gegeven. Je hebt zo'n gevoelige snaar geraakt. Nou, zolang je niet springt, dan... Ja, dat... Weet je niet als hij gevoelig is, hè? Dat weet je. Nee, dat... Yo, dig up treasure. I do be liking the treasuring. Maar... Is dit een do guy die... Do you be liking the treasuring? Yo, nee. Ik heb ook die Explorer Kit. Ik kan uit Eterna City. Niet dat ik daar al geweest ben, maar ik zou eruit kunnen. Dat is wel heel fijn. Underground tunnels, ja oké, hier hoef ik niet mee te maken. Ik had zo'n Pokémoning gevonden die ik moest vangen, maar ik deed een kleding. Oef. Oké, okay, ik heb weer eentje gevonden. Goed, poging nummer 2. Hey, over Eterna City gesproken. What the fuck? What the freaking? You do be finding it. Oké, okay, ja. Ik kan hem afstrepen. Oh, gaat... Nee, Barry... Of Gavin, sorry. Gavin? Ja, zo heet mijn rifle schijnbaar. Oh. Investigation? Oeh, dat is Draco. Why do we not let kijker look into it? Ik denk dat ik hier wel een hele mooie safe stage moet gaan zetten. Ja, kijk, het fiets niet. Yo, zo'n bedje? Oeh. Is dit zo'n bedje waarin je... Nee.
Geen zo'n beetje. Oeh. Yo, Cynthia! You having the Pokédex, of de Pokédex, de TM, HM01 for me? Misschien wel. Milan, je hoeft niet te zeggen waar je het hebt gevonden, maar kon je in de Overworld een van die items vinden? Ja. Oké, ja, man, ik ben het alweer kwijt. Okay. Welke items? Moet je kijken wat hij als laatste heeft afgestreept. Sorry. Ik was niet aan het kijken. Oh, hey, hier hebben we over Looker gesproken. Hij is aan het kijken. He do be kijking. Dat is wel heel cooling. Oké. En Cyrus is aan het tellen. Waarom heet hij dan niet teller? Als hij aan het vertellen is. Dat snap ik niet. Pokémon games make no sense. Ja, dat gebeurt wel eens. Zei hij dat nou echt? Zei hij nou wat? Volgens mij zei Cyrus net of hij bedoelt zo'n spelende wijze. Ja. Misschien is hij wel zo'n flirty guy. Ik weet het niet. Ik zag Azelf. Hallo Azelf. Het is jezelf. Of uzelf als je oud bent. Oeh. Oh, hé, hey, hier kan ik ook healen. Reservation, we're totally not overbooked. Dat is fijn. Maar zijn ze juist wel overbooked. Hey, oh, lol. De derde gym in deze game, die is gebukt op de emulator, dus je hebt dat donkere niet. Ja, nou, dat ligt aan welke emu je gebruikt. Op Tesmu mee, inderdaad. Dan kan je gewoon je hele pad zien. En ik gebruik Melon DS. Dus dan zie ik het niet. Ik zie de oorspronkelijke shizzle. Dat dus eigenlijk hebben jullie daarin een beetje een voorsprong. Als je die gym wil doen wel, ja. Ja. Return the sweet key. Oh, jullie gaan zo hard. Wie is rood? Nanowing. Nou, jullie man. Wint Nanowing altijd in? Omdat hij te OP is. Hij zei nog helemaal, yo, ik ga dit keer echt niet winnen. Ja, dat zei hij vorige keer trouwens ook. Ik weet niet eens wat het is, de sweet key. Het is in dat badplaatsje. Ja. Daar kan je ergens een sleutel vinden voor een huisje. En als je die gaat... Ja. En als je die dan aan een chick geeft, dan doet ze de deur open. Ik heb gym 1 gevonden. Nice. Ik heb gym stad 1 gevonden. Dat is ook wat. Doet het 2 nog? Timerbal. Oh, ik heb nu al 3 verschillende pokeballs gehad, maar je moet ze zeker tegelijkertijd hebben. Ja. Okay. Ik heb wel zelf gevonden. Oh, hey, een Pokécenter komt in een Pokécenter uit. Dat is leuk. Dat is wel nice. Al sneller. Oké, weet je wat we gaan doen? Oh, wow, Milan heeft hem ook gevonden. Ik was exact daar toen jij dat zei. Wauw. Oké, ik zal de volgende keer niks zeggen, weet je. Yo, ik ga even kijken hoe Arceus gevangen. Doe dat maar. Hallo Arceus, jij ook hier? Ik heb wel echt... Wacht, waar is mijn duskbal? Oh, die heb ik toch niet op... Ja. Oh, die heb ik op Golbat gebruikt natuurlijk. Zeer sad. Ja, dat is zonde. Dat is dom. Dat is wel een beetje zonde. Ik ga echt deze Arceus niet kunnen verslaan. Dus opvangen. Dus craving opping. Maniac tunnel. Oh, dit is de uitgegraven tunnel. Ja. Ik wist niet eens dat het kon. Maniac. On the dance floor. And she dances like she never done before. Oh, yo, hippo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 tas. Ja. Tals. Geodude, die is minder cool. Defense wel weg. Niet Geodude. Dick. Oké, dat is wel zo'n DM. Wow, hoe DM heb ik? Een DICK.
Yo, ga je het ook nog eventjes uitspellen? Oké, hij bedoelde D-I-K. Ja, zie je. Zo is hij. Oh, nee, Milan, nee. Dat ben je niet. Je bent zo'n smalling guy. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Hij is de imposter. Oh jee, ze hebben me door. Doring. Helemaal ijsshard. Doring? Ja. Oh man. Dora? Dora. Of zo. Hé, ik heb Yuxi gevonden. Boeien. I don't care. Boeien duurt. Boeien. Oh ja, dit is weer de Victory Road. Ik heb gewonnen. Zeg maar. Ja, yes. Sander is zo'n een van die favoriete woorden wat je hebt, Milan. Wat? Hij is zo'n cheatering, weet je wel. Metal Coat, ja. Stond die er ook in? Nee. Een vuil spelering. Nee, geen metal coating. Route 204, ja, alsof ik daar wil wezen. Nee, maar echt, daar wil ik echt niet wezen. Oh, ik kan hier eventueel mijn fossil reviven. Nou, ik ga even naar de underground, boys. Kijk, aju. Oh, ik heb je hem 4 gevonden. Nou, weet je wat? Het is wel een pokertje. Ik weet niet, ja, heeft het zin om dit te doen? Maar zo niet. Want met deze... Hier? Nee. Ja, volgens mij kun je dan surfen. En ik... Volgens mij heb ik surf. Je hebt de... Maar ben jij een surfer guy? Je moet de water gym doen. Oh nee, wacht. Ja, dat... Oh ja, dat is gym 5 in deze game. Ja. Maar... Ja, misschien... Nee, dat was niet handig. Ik moet straks gewoon... Goed gaan. Hé, hey, zo'n Wingulling. Die heb ik nu wel in mijn Pokédex. Ik kan kijken. Oh ja, wacht. Ik weet. Het is niet randomized, Sander. Je Pokédex. Dan helpt dat niet. Nee. Dat helpt alleen bij randomizers. Kijken waar die zit. Ja. Want hier weet ik waar die zit. Dat is wel heel sad. Wat is dit? Weet je wat? Fuck it. Huh? Huh? Hoe kom ik terug? Met? Maagspoeder. Goed hoor. Oh jee. Die is een maniac, schijnt. Yo, B-barreling. Ja, de B-barrel is zeker een maniac. Vooral de mensen die B-doofs en B-barrels cool vinden. Zijn er mensen die... Ik ga geen namen noemen, maar Simon, je bent een beetje crazy. Serieus? Ik heb nu wel een naam genoemd. Ja, maar hij vindt Bidoo vindt hij wel heel kut, maar hij vindt B-Barrel vindt hij echt prachtig. Wauw. En de grap is, het is andersom. Nee, het is niet andersom. Oeh, Double Edge. Hey, Azumarill, kun je even niet? Dank je. Oh, Milan, trouwens, ik heb een Azumarill voor je gevonden. Nice. Nice. Ik heb een bad-eend gevonden genaamd Cresselia. Bad-eend? Oh. Leuk. Nee, ik noem hem bad-eend. Of was het een Cresselia genaamd bad-eend? Dat kan ook. Ik heb ook nog geen rot of zo. Dat is ook onhandig. Dat is rot. Dat is best wel rot, inderdaad. Hoor je mijn grapjes voor je? Jezus. Wat een kutgrap. Maar ik vind hem wel leuk. Een leuke kutgrap was het. Oh nee, 48 is level 49. Fuck. Mijn leven. Het leven. Nee! Dit is zwaar. Heel zwaar. Het leven, dos het mag, you. Het leven is een wervelstorm hierin. Hier in Duxdaddy. Oh, daar gaan we weer. Ik had misschien voor deze cool gym mijn Turtwig moeten opbouwen. Heb ik niet gedaan. 1, ja, level 2, up, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat is wel meer dan 7 ballen. 8 is wel meer dan 7 verschillende, ja. Ja. Je bent zo'n goede tel, meneer. Quick attacking. Oh, dit gaat echt kut worden. Ja, Gyarados gaat me kunnen killen. Oh, dit gaat misschien als ik eerst ben. Nee! Hij heeft ook brein, what the freaking. Hij heeft een groot brein. Alle moves. Alle moves die je nodig hebt. Alles dat je nodig hebt en alles is voor jou. What the fuck? Deze Gyarados kan waterfall?
Caradazzi. Ja, man. Yo, A is weer blacked out. Dat vind ik niet leuk. Zo'n berry mastering. Geef mij zo'n zieke berry. Hij heeft de surfing te pakken. Oh, dat was hier. Oké. Okay. Dus dan moet ik hier naartoe? Oh ja, die maniac tunnel. Is een maniac. Yo, shiny? Oh nee, wacht. Het is gewoon de andere vorm. Hippopotapo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 p
voor nodig. Weer center. Nee. Goed. Alweer. Ah, nu moet ik ook nog eens tegen zo'n guy vechten. Die. Maar dat wil ik helemaal. Ja, weet je wel, zo'n Rune Maniac guy. Niet de Rune Maniac guy, hè? Inderdaad, hè. Zo'n vervelende jongen is dat. Jonging. Heel vervelende jonging. Ik denk dat te vindt Engels voor onze internationale kijkertjes. Razor Claw. Ah, die staat ook niet tussen. F. Ik denk steeds, ja, een evolution item. Dit moet hem zijn. En dan is het hem niet. Dat is wel lastig als het hem wel moet zijn. Ah, nee. Zo vat ik het ook wel. Ga daar niet zo flauw doen, nee. Oké. Oké, niet die kant op. Deze kant. Oeh, dit is ook wel goed. Ai, oké. Sowieso de HM Fly krijgen wordt sowieso lastig, denk ik. Ja, dat was ja, je moet in dat... dat In dat huisje. In het huisje. Maar dat was de vorige keer toch ook. Dat we... Dat was toen niet de... Bingo, maar dat was de Map Rando. Oh, dat zou goed kunnen, ja. Dat we zaten we ook met... Waar de fuck is Fly? Waar de fuck is Fly? Weet ik niet. Eindstad konden we daar niet eens komen. Oh, je weet uiteindelijk wel waar die was dan? Ja, want ik ging walk through walls. Gewoon om even te kijken waar het lag. Want ik wist één locatie waar ik gewoon in de hele game nooit ben geweest. En ik had een vermoeden dat daar lag. En het lag ook daar, maar we konden daar niet komen. Want het was twee locaties waar we wat dood liep. Ah. Dus ja, dat gaat dan natuurlijk niet. Ga ik nou weer verliezen? I'm the meister. Nee. Oké, weet je wat? De Pokémon League. Trouwens, dus hier, deze guy die gaf je toch wat? Oh, ik heb toch zo'n Thunderstone, dan kan ik gewoon zo'n Jolto maken. Leuk classes. Bedenk me net. Ja, dat kan. Dat klopt. Maar waarom zou je dat doen? Ja, dat weet ik ook nog niet. Dude, hier kon je alle ballen kopen. Oké. Okay. Ik heb hier nog niet gecheckt. Nou, hier hebben we niks aan. Wacht trouwens. Zit er een... Nice. Geen hiker. Wat heb je gevonden, Milan? Meline. Shit, dude. Maar je hebt geen fly. Je hebt toch nog geen fly, dus... Nee, dat weet ik, maar ik kan fly wel hebben, dus dit is wel belangrijk om ook te hebben. Ja, dat is waar. Dat is waar. Tel de Adamant en Lustrious Orb ook. Ja, die heb ik ook al. Oh, dan weet ik al dat jij dit hele stadje hebt uitgekiemd. Oh, hard skill, oké. Dat is sowieso niet één van die... Nee. Crash Awaking. Nee, maar die zou ook niet zo vroeg in de game liggen natuurlijk. Crash or Sleeping. Ja, hij is wel zo'n lui fanting. Loroma Meadow. Ah. Dat kan ook nog. Ultraball, oké, dat is fijn. Oeh. What the fuck is dit nou? Als je toch weer ziet wat hier gebeurt, word je weer echt chagrijnig. Oh shit, ik heb dit... Nee, ik ben vanuit de ledge gegaan. Nu kan ik nooit meer terug. Oké, boeien. Boeien. Boeien, Ruud. Mount Cornet,
daar is zo'n Snover te vinden. Een Absol. Ja. Absol is geen Snover. Had je de Master Ball, Milan? Nee, had ik die maar. Jij wel? Ik ben nu op het moment dat ik hem kan halen. Wauw. Dat je zo wil winnen. Ja, maar ik heb er niet heel veel aan, want ik heb al sterke Pokémonings. Medicham, nee, ik wil Snowering. Maat. Ik heb ook geen rock dingetje, dus ik kan hier ook verder niks. Heb je wel paper scissors? Ja. Nee. Ik vond hem wel leuk. Mooi zo. Van iemand die het leuk vond. Ook wel, maar niet nu. Ja, ik moet hem wel restarten. Obama Snow? Nee, dat is geen Snover. No! Obama. Dan kun je hier waarschijnlijk geen Snover vinden. Dan moet je hem breeden. Let it snowver. Let it snowver. Ja. Can't let it go back anymore. Go for. Pokémon Cornetto. Wayward Cave. Oh, hier zit ik vast. Oh, perfect. Oké, en dan... Oh god, het wordt nog wat. Oh, het zou ook nog goed kunnen zijn dat ik softlock zit. Want normaal gesproken kom je natuurlijk aan de andere kant. Als ik nu met deze guys ga praten. Fuck. Oh, wacht. Oh, je kunt er gewoon omheen lopen. Oké, het valt mee. Nee. Oh... Ik word echt super lang in C-State. Motherfucker. Ja, dit moet een beer niet. Hier, terug. Ik moet de rare candy gebruiken. Ja, soms moet dat. Wat moet dat moet, zeggen ze dan. Ja. Zeggen ze dat? Nee. Dus jij ligt gewoon tegen ons. Ik vind het wel. Ik loog niet. Dat is wel waar. Yo, forgotten wayward key. Oké, leuk. You saved me. Gast, ik kon net al honey bij je kopen. En dan ga je nu helemaal zo doen van... Hé, hey, hier, neem deze honey omdat je me gesaved hebt. Dat is toch lief. Is dit wat ik denk dat het is, Ing? Ja. This is the real life. Elevate going up, Ing? Please... Useful battle items. Ja. Oh. En die gaat iets full restoren. Motherfucker. Protein. Oké. Hoef ik niet. X items. Hoef ik ook niet. Natuurlijk mist hij niet. Pokéchap. Ja. Kom maar hier. Oh, daar moet je wel echt wel voor hebben. Dat wordt wel een ding. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Elevator going down. Medicine en normal battle item. Maylene is gone. Cheers, Maylene is gone. And she's been gone. I can't breathe for the first time. De juiste keuze. Weet je dat wel? Geen full restore. Thanks. Oh, eindelijk. Oké, geef me die masterball. Masterballing. Hier, masterballing is binning. Oké, ik heb sowieso nu... What the fuck is dit voor een... Oh, dit is extended Hippopotas cave. Ik dacht, waar ben ik? Ben je niet gewoon in de Maniac Tunnel? 1, 2, 3, 4. Shit. Oké, dan moet ik nog wel wat. Maar, dat maakt niet. Waar ben ik hier? Ja, ik was inderdaad in Maniac Tunnel. Daar was ik zo net ook. Nee, ik ga dan niet helpen. Ik zoek Snowering en zo. Hey, Arceus, gevindingd. Ah. Ja, jij bent echt precies waar ik zo net ook was, hoor ik. Ah, ze hebben de Arceus gevonden. Ik heb die echt al een jaar geleden gevonden. Hoe heet het? Nando echt al heel lang geleden. Ja. Echt in het begin. Echt? Ja. Dat snap ik ook wel. Het was op zich makkelijk bij te komen. Maar... Goeie. Maar niet zo haten, man. Joh. Nee, ik ben niet aan het haten. Oké. Nee, dan is het goed. Nee, dan accepteer ik je. DM ik.
Bullet Seed. Ben ik hier geweest? Ja, hoe laat zijn, tot hoe laat gaan we eigenlijk door? Vijf uur. Vijf uur, ja, oké. Okay. Nog maar een uurtje. Ja, ik heb er geen zoveel vertrouwen fleeging. Pak, wat waar is dit? Wat weer? You have no seal case, ja, dat weet ik. Je moet wel een ceiling casing hebben. Ah, ik heb wel het gevoel. Je hebt wel een maf case. Oei. Wow. Gast, doe even rustig. Rustig. Dat is toch pack. Sunny Shore Market. Showcase, oké. Okay. Oh, ah. Thanks. Shiny Stone. Dat heb je niet aan. Dat is mijn stone. Ik zit even te speed. Yo, is dit Sonic? Want I is speed. I am speed. Ja? Ja. Oh, dat is wel cool. Dan ben je ook X. Inderdaad, Ing. Ja, dat wordt echt interessant. Kijken. En dan... Ja, ik doe maar gym 2, want dan kan ik kut doen. Dat is, dat is wel slim, mee. Ik vind het leuk om kut te doen tegen anderen. Op beide manieren kom je zo niet echt goed uit deze zin, zeg maar. Kut doen als in snijden, of kut doen als in kut doen. Ja. Ja, ik vind het prima. Yo, Mars, what the fuck ben jij hier aan doen? Distortion World, what the fuck? Oprecht. What the fuck? Is dit postgame? Ik kan met dit... Ja, dit ziet er wel uit als postgame. Oh. Level 58. Ja. Redelijk postgaming. Hij heeft de postgame. Hey, Reggie Gigas, vriend. Level 1. Hij is level 1. Oh. Echt? Is Reggie Gigas level 1? Ja. Crazy, hein? Ja, of dat was Diamond and Pearl, maar ik kan me herinneren dat één van die games, dat die level 1 was. Leuk. Heel leuk. Ja, is dat leuk? Ja. Oké, waar ben ik überhaupt? Pokémarkt, ik weet wat een Pokémarkt is. Hey, ben vanaf vandaag haat ik Gastrodon, maar weten jullie dat? Ik hou wel van Gastrodon. Dit heb je eerder gezegd. Jawel. Oh, aan jawel. Ja, ja, ja. Dat klopt, omdat ik die shiny miste. Failde. Ja. Die shiny shells, dat klopt. Ja. Dus. Dat was niet zo fijn. Rare candy. Dat is wel zeldzaam. Die zijn wel puik. Die snoepjes, die zijn best zeldzaam. Oké. Elevator going up, Ing. Bleep, bloop, blap. Bleep, blap, bloop, 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 bloop. Ja. Doe je zo bleep, bloop, blap, 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 bloop? Ja. Oké, cool. Wat was hier dan? Heb ik dit al gecheckt? Oh ja, dit heb ik al gecheckt. Dat liep dood. Nee! Ik zei nog zo. Oh ja, dat liep hier dood. Toch checken. Hé, hey, we kunnen niet allemaal slim zijn. Toch, Milan? Big Wolf. Wat een hatering. Er is maar één iemand die achter staat. Nee. Jij begrijping dit verkeerding. Ik bedoel gewoon, jij kent domme mensen, want jij kent mij. Verkeerde interpretering. Yo, Trophy Garden. Daar kun je zo'n Eevee vangen. Die heb ik al. Ik denk dat je eerder Pidgey zeggen, maar... Pikachu. Of Pichu. Ja. Nee, Pichu vindt. Pichu vindt. Moest ook iets met baby Pokémon. Oh nee, dat was de vorige. Dat was voor de reset. Yes. Bleep, bloep, bleep, bloep, 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 bloep. Bloep. Oh nee. Flap, 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 flap. Het Golbat. Niet de mijne, de andere. Iets je Golbat hebt gevonden. Doe.
Seals are fun. Nou, dan weet jij niet wat het woord fun betekent, Barry. Wow! What a shame. Oh, ben jij nu pas bij Salesian? Ik ben nog nooit in Salesian geweest. Oh, echt niet? Oh, daar zei je dat tegen mij namelijk ook. Dus ik dacht, you waiting this thing. No, knowing. Daaromheen. Maar dat was helemaal niet daarom. Oké, wat moesten we... Gligar, nee, die zit hier ook niet. We hadden nog ergens. Maar Pokémon. Nee. We hadden maar één Pokémon. Dingetje. Nee, twee. Maar die heb je al. Wel. Oh ja. Ik zie je. Ik zie je. Jouw een. Ik zie wat jij niet ziet. En het is in HMO6. Cooling. Oh. Ja, ik kan nu wel die dit gaan doen, maar dat heeft eigenlijk ook niet zo... Oh ja, dan kan ik daar boven het... Dat kan even wel zien. Behalve dat ik daar ook al geweest ben. Dat maakt niet uit. En ik heb surf nog niet. Nee, dat maakt niet uit. Oké, ik moet andere tacticing vinding. Heb ik deze al gedaan? Of was dit die guys? Nee, oké. Kom maar hierin. En wat was deze uitgang dan? Oh ja, daar had ik ook niks aan. Ah, stop. Stop met erin lopen. Oké. Okay. Nou. Nee. Misschien later. Lottering. Ja, doe dat nu in, alsjeblieft. In. Ja, nu in? Ja. Sorry, nee. Anders word ik heel erg sad in. Wat zou ik doen? Oh ja, ik wou safe stating, denk ik. Safe stating? De oudste maar override, denk ik. Yo, Mount Cornetto. Ik kom wel echt vaak in Mount Cornetto. Waarschijnlijk omdat er gewoon heel veel dingen Mount Cornetto heten. Ja. Heel veel areas. Ben je ook fan van Cornetto's? Volgens mij kan ik ook ineens hele andere Pokémon vingen. Ik heb het gevoel... Oh, gelukkig heb ik net gesavestate. Want waarschijnlijk kom ik dus niet terug in. Daar. Dat is niet zo puiking. Ah, ik... Wat was ik ervoor aan het zeggen? Ik weet het al niet eens meer. Oh ja, volgens mij kom ik nu ook alle Pokémon tot en met... van alle gens tegen. Omdat ik in die route 226 ben geweest. Dat zou zomaar kunnen. Want ook in Mount Cornetto kwam ik zo net een Nosepass tegen. Dat is normaal. Ja, wel? Ja, dat is in Platinum. Ik heb de Palpad, baby. Ik kan met mijn vrienden spelen. Let's go. Oh, wacht even. Moet je daar niet eens pijls voor hebben. Ik zeg niet dat je die niet hebt, Sander. Niet boos worden. Het is al te laat. Dat is wel boos. Dat is verder. Zin om niet beter nog een keer te doen. Safe state. Echt. Die hikers. Dat is ook echt een dingetje. Ja, dat is wel een ding. Ja, zeker omdat ik gewoon echt niet weet hoeveel hikers ik heb verslagen. Nog steeds, maar ik vind gewoon niet meer hikers. Ik ben wel blij dat ik het heb bijgehouden. Ja, ik denk dat ik terug moet gaan naar mijn vorige CST, want hier ga ik niet... Kijken. Oké, wacht. Nee, die hoef ik trouwens niet mee te nemen. Boeien. Weet je wat wel handig is bij deze game? Een geheugen-app. Oh ja, dat ging daar naartoe en dan ging dat direct daar naartoe, dus dat heeft geen zin. Dan moet ik naar Flooring Veering. Nee, you're already on the floor. Ja, omdat ik die niet wou selecteren, bitch. Oké, sorry. Sorry mevrouw. Wel lief dat je voor mij helemaal de knopjes indrukt voor de lift. Dat is wel lief van haar. Ga ik hier ook over zijn. Ze wil je leven ook wat makkelijker maken. Ja, dat vind ik wel lief. Go, makkelijk leven. Yo, route 208, dat is wel ziek. Valt op. Dat is heel ziek. Ja, maar daar kan... Oh, nee. Wacht. Ik kan er natuurlijk gewoon dat hockey in.
We gaan het hockey in, boys. We go in de hockey. Ja, oh, houdt wel van hockey's. Ik ga eerst even deze artist bevechten. Je weet wat ze zeggen, hè, Sander? Hockey, doe je met een stalky. Once you go hack hockey, you never go back, zoiets. Ja. Flip, flap, flip, flap, flap, flip, flap, flap, flap. Lekker beurs in. Oh, wacht, de old keystone. Hey, boys. Hij joined de club. De old keystone club. Jullie hadden die echt zoveel eerder, trouwens. Ja. Yeah. Maar dan hebben jullie ook veel eerder die department store gevonden waarschijnlijk. Yep. Amity nice. Square. Ik heb wel zo'n cute Oh, Turtwig telt hier ook gewoon als cute Pokémon? Ja. Bedoel je daar iets mee te zeggen, Sander? Dat hij dat heel erg cool vindt, denk ik. Nee, dat hij dus Turtwig niet cute vindt. Nee, dat ik nu gewoon Turtwig kan zien lopen. Dat vind ik heel vet. Dat is wel een beetje disrespect. Maar... als dat zo was. Hoezo? Nou, als dat een disrespect was. Nee, dat je het niet zo cool vond. Secret Power Ring. Oh. Recycle. Okay. Ik haat die chattel ding. Oh. Wat ik haat dat mijn laptop bijna leeg is. Ja, maar hij wil... Hij doet gewoon niet wat ik wil, weet je. Ja, hij maakt het verschil. Ja? Chattelt. Pokémoning. Maar maakt helemaal geen verschil, hoor. Niemand zal me ooit missen. Oh. Dat is wel fijn. Dan moet je zeggen... Nee, Sander, je bent hartstikke geweldig. Je bent een topgozer. Ja, maar we moeten wel het goede voorbeeld geven op het internet... en niet zomaar gaan liegen. Oh. Okay. Nee, grapje, dit zou ik nou dat meer content voor je moet zijn op je fucking TikTok, want ik ben het enige wat op jouw TikTok is. Dat is helemaal niet waar, dan heb je niet goed gekeken. Oh, sorry, die ene keer dat ik per ongeluk niet de content van je was? Van je TikTok? Oké. Nee, dat klopt. Ja, dat ja. Pokeball. Pokeballing. Er zit wel een beetje een haat-liefdesverhouding tussen jullie twee. Nee, wij zijn ik voel de spanning. Wij zijn grapjesmakerings. Ik voel wel zeker een spanning. Nou ja, het is ook wel spannend. Want we zitten in een... Racing. Racing. Een hele sterke racing. Oh mijn god, zo chill. Flip, flap, floep, floep, flap, floep, flap, flap, flap. Wat is chill? Oh, dat. Volgens mij sta ik weer echt achter. Oh, die gaan jullie ook nooit vinden. Heel ziek. Never melt ice. More like wel, never mind ice. Kabooming. Wat? Ik haat jou, chattelt. Wat een haat naar chattelt. Wow, die vind ik niet poggers. Weet je wat ik niet poggers vind? Bertha, die met mij wil vechten, dat vind ik niet poggers. De lijpe Sneaselflavor. Oh, ik heb hier wel Gym 2 gevonden. De vraag is, wil ik dat doen? Hé, waar is dit? Iedereen. Die doet mee met lijpe Sneaselflavor. Ik moet Sneasel, Gligar en die andere guys ook nog vinden, trouwens. Gelbel, baby. Daar heb ik echt niks aan. Een deurbelletje. Nee, Shellbel. Een deurbel. Shellbelletje. Wat is dit? Ja, ik kan wel even doorlopen. Kijken wat daar aan het einde van de gang is. Ja. Wat is er aan het einde van de gang? Helemaal niks. Dat zou go, zijn. Ironworks. Yeah. Waar? Ja, dat zeg je niet. Nee. Nou, wat een haat. Inderdaad. I'm hating. You do be hating. On nee, me. Ik ben gewoon een slimme guy. Hate on me. Wacht, ik heb gewoon...
Hate me. Sander weet niet wat hij op moet zeggen. Nee. Maakt niet uit hoor, Sander. Ik weet altijd niks op te zeggen. Ja, die versie vind ik nog kutter. Dat hij met die kut fluit. Ik vind de hele nummer eigenlijk helemaal niet kut trouwens. Maar alleen wel die met die kut fluit. Kut fluit. Ja, ik weet ook niet waar het over gaat. Ja. We accepteren wel gewoon wat hij zegt. Waarschijnlijk. Ken je dat niet? Die hebben ze ook met Never Gonna Give You Up. Dan heet hij Never Gonna Hit Those Notes. En dan is hij echt heel kut gemixt, expres. Oké. Nou, en dat heeft dingetje ook. Maar dat maakt helemaal niet uit hoor, dat jullie dat niet weten. Nou, dat is goed. Wees blij, zou ik zeggen. Blij zijn. Wil alleen maar blij zijn. Volgens mij is 3:15. Shit. Dat is de verkeerde, oké. Het is niet die. Maar dan kan ik straks wel kut gebruiken. Dat is niet zo heel kut. Dat is goede kut. Oké, daar is de laatste trainer van Flamengo. Oh, Sting doe niet. Nu heb ik wel dat liedje in mijn hoofd. Allemaal door My Lanning. Altijd My Lanning de schulding. Oké, nou, dat was altijd hetzelfde. Mag ik niet flamen? Nee, dat... Ga nou niet zo doen. Nee, ja, gaat wel zo. Oké. Okay. Yo, Gardenia, kun je eventjes mij een badge geven? Dan kan ik wel heel power zijn. Nee. Yo, zij heeft ook een third wig. Een lage third wig. On level 20. Is hij Timid nature? Evolve him now is bitch. Boy, yo. Dat kan ik echt helemaal niks. Niet eens third wig. Ik heb trouwens ook nog steeds een third wig. Wat zie ik te haten. Helemaal gemeen lopen doen. Always die hating. Ik vind dit wel een safe stage waardig. Ik ook. Snap ik als je dik voor staat. Ja. Ja, inderdaad, Ink. Al het hoop is bij ons verdwenen. Nee, joh. Wel. Gast, jij hebt die hele kaart zo'n beetje. Nee. No. Kijk, ik heb... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik bij de TM schiet ik al op. Ik hoef er nog maar 19. Nice. Ik ben trots op je, Sander. Bezig. Het was eigenlijk sarcasme. Wel fijn dat je wel trots op me bent, ondanks dat het sarcasme was. Oh jee. Dude, ik heb er maar 10, dus... Als ik dit nu doe, dan kan ik zo'n buy krijgen, maar zo werkt dat niet. Want alles is randomized. Laat me nou locker. Looker. Oh, wacht. Was... Ook goed. Coin case. Ah, daar heb ik niet zoveel aan. Die heb ik ook niet zoveel aan. Trouwens, die kom ik vandaan. Is dit wel gerandomized? Dan ga ik twijfelen. Ik ga even twijfeling hoor, ik ben zo terug. Is goed, ga maar even twijfeling. Doe er maar lang over ook. Ja, lange twijfeling, dat is altijd groeiing. Draai even om, dankjewel. Oké, en dat is wat... Draai even om. Nee. Ja. Laat me met rust. En kijk, zo. Draai nog een keer om. Wat een beveling hier. Ja, ik geef hem gewoon de komma heen. We weten wel wie de broek aan heeft in Nando's relatie. Ja, altijd ik. Heeft Nando dit is huge. Hey. Wat was het? De Magmarizer. Oh, lol. Ik had een andere. Je had de Electrizer. Nee, ik had de Protector. Oh. Ik heb Bertha. Nice. Dat is altijd leuk, hè, Bertha. Oh, dat is ground. Dat gaat echt kut worden. Met flying en poison. Ja, dat... En paralyze. En ik ben net zo hoog level. Nee, dit gaat echt... Klop. Heel ziek worden.
Wanneer was mijn laatste save state? Lord, save state. 15 op zich. Dat was vlak na Gardenia, oké. Okay. I take it. Niks meer, toch? Nee. Maar heb ik toch niks nuttigs gedaan? Laat me gaan. Laat me los. Laat me gaan. Ik hou daar wel van eigenlijk. Ja. Oké, ik heb in ieder geval één hiker verslagen. Maar het zou goed kunnen dat ik al meerdere hikers heb verslagen. Maar dat weet ik dus echt niet meer. Experience share. Daar heb ik hier echt niks aan, maar dat maakt niet uit. Tweede hiker is ook verslagen. Kaboom. Booming, ik zit op het moment op 4. Dude, fuck. Oh, cycling road, ik kan hier niet verder. Oké, dat is goed. Onder van het huisje. Fashion case. Hard Home City ben ik, oké. Ben ik ook nog nooit geweest? Ah. Nee? Oh. Nee. Dat is wel een locatie, Hard Home. Wow, wat de spoilers. Gast, ik was nog niet zo ver. Oké, ik ga het nog een keer vragen. Sander heeft het al twee keer gevraagd. 6 different flying types. Tellen we gewoon een hele evolutielijn als 1? Ja, dat is 1, zeg maar. Oké, dus bijvoorbeeld ik heb een Staravia gevangen en ik vind een Starly. Dan heb je nog steeds 1. Oké, ja, dan is het goed. Ja, dan zitten we op 1 lijn. Weet je wat? En die lijn is wit. Nog eentje. Oeh. 7 different van die pokeballings. Dat is wel heel erg ziek. Ik heb die vierde gymming gevonden. Of de vijfde is dit trouwens. Oh, verkeerde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 als je quit back mee rekent, maar dat doe ik niet. Maar different Pokémon, dan kan het toch wel gewoon Starly, Staravia zijn, toch? Als je die meerdere keren hebt wel, ja. Ja, oké. Okay. Nee, dan. Park. Je moet tegen Cynthia. Ik zie gewoon dat je 2 keer die hebt aangekruist, al omdat je hem niet hebt. Nee, ik drukte op de verkeerde, maar ik had niet goed gelezen. Ah. Degene die ik moest. Wat? Wat heeft die 2 keer aangekruist? Nou, ja, ik had iets aangekruist dat ik eigenlijk niet heb. Dat was een foutje. Dat was een oepsie-poepsie. Dat kan wel eens gebeuren. Even kijken. Zo. Oh, ik bal eigenlijk tegen Cynthia moet. Leuk toch? Leuk, Cynthia. Nee, maar ik weet niet meer wat ik net gedaan heb. Dus ik zit of dat ik niet meer weet hoe ik terugkom in Hard Home City, of dat ik niet meer weet hoe ik die safe pokeballs krijg. Ah, dat is wel kut. Ja, precies. Dat dacht ik dus ook. Die poison was wel clutch. Oké. Okay. Want volgens mij is dit nog steeds daar bij die Arceus. Ja, what the fuck. Oh, ik heb geen idee. What the fuck, ouwe. Oh, de Pokémon League. Ja, daar heb je ook verder niks aan, want ik heb geen surf of waterfall. Waterfall. It do be falling. Niet te vallen met ballings. Ballings. Oké. Nu moet ik alleen nog surf vinden en dan kan ik surf gebruiken. Weer een TM'tje bij. Een TM'tje erbij. Daar worden we altijd blij van. Okay, altijd wat is dit? Blij van. Metal Code. Nu. Ja, worden we dat? Ik altijd niet. Blij. Zijn niet sure. Razor Claw heb ik niks aan. Hey! Dus hier heb je Yuxi gevonden. Ja. Ah. Die heb ik ook gevonden. Hier komen we zo meteen op terug. Wat is dit? Ah ja, als je een fossiel wil. Wacht. Volgens mij had ik Gardenia verslagen, toch? Hoe staat ze dan hier? In het bos? Nee, voor de gym. Ah,
Ja, dat kan omdat je dat normaal iets gedaan moet hebben voordat ze daar weggaat, toch? Of niet? Ja, klopt. Ah, ik heb wel Faulkner. Nu kan ik ook de gym bij Sunny Shore in, wat ook dichtbij is. Misschien dat dat een dingetje is waar ik iets kan vinden. Dat wil heel puiking zijn. Ja, maar ik verwachting niet in. Nou, dat is wel minder. Maar met lage verwachtingen in, dan valt het hopelijk mee in. Ja, dan word je niet heel erg teleurgesteld. Nee. Oh ja, dit staat voor. Piplupping. Yo, staat Flinty nu nog steeds? Of moet je nog gewoon nog een keer met hem praten? Nee, je moet met hem praten nadat je Faulkner hebt gezien. Heel Stone City. Oh, hier was ik zo net wel ook. Alleen maar in die dat start. Is positief, maar eerst even dit checken. Nou, stomme starling. Mount Cornet, Adamant Orb. Oh, dat is. Hey, welkom bij de club. Die heb ik ook, namelijk. Ik ook. Yay! Ja. Dat was hey, alleen jammer dat ik daar verder niks mee kan. Lijpe Murkrow? Een trainer of in het wild? Een trainer. Lustrous Orb. Oh ja, tuurlijk. Helemaal verbaasd. En dan krijg je de Tuxedo. Dankjewel voor ja, die heb ik ook. Ja, heel cool dit. En dan kunnen we haar weer terug naar de gym verplaatsen. Doei. Adieu, okay. Parasol. Adieu. Mon ami. Kijk, wat is dit? Heb je Crash Awakening al verslagen? Fuck, volgens mij niet. Dat ik toen dood ging. Wat is dit? Wat is lang geleden dat? Dat kan wel overgesaved worden. Ja, ik weet wie je bent, Crasher Wake. Je hebt letterlijk net zelf al Crasher gezegd. I'm a crashing, you're waking. But do you being awaking? I do be awaking. Dat crasher snap ik. Awaking. Dat is ook wel handig tijdens een Pokémon race. Inder dating. Quickball. Ook hier zijn nog zoveel dingetjes. Snelle bal, doe een snelle bal. Oh, ik dacht even dat je wou gaan zingen. Celebration time. Toen dacht ik, oh, hij gaat winnen. Maar dat viel mee. Oh, in dat restaurant waar je al die mensjes kunt battelen. Daar heb ik veel aan. Al die mensjes. Oké, hiker nummer 3 in. Oh ja, wacht. Dus waar is het hier ergens waar ik naar Hardhome kom? Ik weet alleen niet meer hoe. In de store? Wel gezien nu. Zit hier nog iets speciaals? Oké, okay, Hard Home zit. Hard is where the home is. Hard Home is where the home is. Huh? Wait. Hard Homing Missile. Oké, okay, ik kan hier natuurlijk wel files van die safe flying doen. Types heb ik nu. Even kijken, ik heb... Of was het Cynthia? Ja, dat was Cynthia. Oké, okay, fuck, go back. 1, 2, 3, 4, 5. Nog één species. Ik zit eraan te denken om die hiker te cheesen, maar ik denk alleen niet dat dat mag. Cheesen? Ja. Yo, met de versus seeker. Ja. Ja, maar dan had ik ook al dat kunnen afstrepen. Ja, dus nee, dat gaan we niet doen. Laten we dat maar niet doen dan. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Oeh, Sandering. Dankjewel, Ling. Die Volking. Ik heb ook een die Volking gevonden. Waarom zeg je daar dankjewel voor Sander? Ja, omdat Sander hem al eerder had gevonden. Oké, Moon Milks heb ik ook niks aan. Ik had al het gevoel dat Sander in waar ik nu ben was geweest. Mm. Ja, dus daardoor ging je het zoeken. Ja, ik ging niet sporadisch. Ik weet niet eens meer waar het is. Oh. Ja, dat maar, ik kan het beter niet vonden, maar dat boeit mij ook niet, want ik heb hem toch al gast. Oh, dit is Aquaberry. Nee, deze chick. Die geeft me volgens mij zo'n... Nee. Heb ik hier nou geld aan uitgegeven? Ik wil gewoon... Gast, ik wil gewoon zo'n pokertje hebben. Ja, dank je. Als je gewoon heel duidelijk bent, dan doen ze het gewoon. Dat vind ik wel. Oh, ik ben ook terug in Snowpoint. Het is wel zo zuur dat het 's middags is, want als het avond was, dan had ik een Murkrow kunnen vinden. Zo'n lijpen.
Een lijpe Murkrow flavor. Wauw, we deden ook allemaal hetzelfde. Oh, wacht, dit is een Snowpoint! Yo. Ja, inderdaad, Ink. Dan had ik al veel eerder natuurlijk die Snowpoint kunnen pakken, want ik was gewoon hier... Wauw, ik ben echt dom. Als je kijkt naar die moves, heb ik iets met dubbel... Nee. Oh, dat kan wel. Slash, ja, dat doet toch niks. Away. Oh, Rock Blast is natuurlijk ook super effective. En Earthquake is super goed. Ja, dan zou ik Roll Out. Oh nee, dan kan ik niet een Pokeball gooien. Ja, dan moet ik wel Rock Blast. Sneasel. Sneasel gaat niet dood. Dus chill. Had de Eevee maar een Flying type evolution. Nee. Moet ik het weer... Oh, hij heeft hem gevonden. Nice. Ja. Ik had hier echt al zoveel eerder kunnen zijn. Besefte ik me nu. Ik weet ook niet dat ik niet eerder Hardhome heb gevonden als ik eerder al wel in Snowpoint was. Dan ben ik gewoon de gym niet ingegaan waarschijnlijk. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Ah, nu zit ik wel shit te spoilen. Of te... Nee, want ik ben ook al daar... Ik neem aan dat jullie dat al... Hardhome heb ik allemaal gedaan, ja. Ja. Ik heb denk ik 2 ingangen nog niet getest in Hardhome. Oh, en ik kom niet in Hardhome. Nu je het zegt, ik moet nog die ene in. Oh, eigenlijk 3. Ja, 2. Ga weg. Want dit komt in Full Moon Island. Oké, zo'n Cresselia. Dat is leuk. Gezellig. Firestoning. Ik wil eigenlijk niet dit. Cycling Road. Je wil mij op een bike hebben. Ja, ik ook. Ik wil ook wel op een biking zitting. Ja, dan moet ik het wel eerst vinden. Ja. Oké, ik zit nu op 5 hikers. Waarvan ik het zeker weet. Ai. Dat is wel poggers. Ik dacht dat er op 1 route nog flink wat hikers waren, maar dat was dus niet dat zo. Dat viel vies me tegen, zeker. Ja. Ja. Ik zat te kijken en ik kon helemaal niks. Ik heb ook eerst de contest gedaan. Of de contest hal. En nu pas kom ik die chick tegen die zegt... Yo, kom naar de contest hal. Vind je vast leuk. Dit is heel poggers, hoor. Ja, dat was letterlijk haar dialoog. Wow. Het is eigenlijk monoloog, want ik zeg niks, maar... Uh-huh. Maar ik vat wat je bedoelt. Daar gaat het om. Firestone, kabooming. Wacht, jij had er net ook een Firestone toch, Nando, Ink? Ja. That's crazy, Ink. That's crazy. Survival area. Survival of the fittest area. Ja, dat ben ik nu ook. Die snoet. Hey, niet wake up slapping. Dat doet hij toch wel. We gaan weer terug. Trouwens, nee, wacht. Slaap. Klap. Hero. Nu heb ik wel zo'n... Ik kan beter toch zwakken. Poison Fanging. Oh, hij is ook gepoisoned. Die had ik getest. Wat een crazy guy. Is hij ook gefangd? Ja, hij is nu gefanging. Ah, jee. Nice. Dan heb ik nu... 3 Flying Pokémon. Nou, dat is toch best iets. Snowpoint Temple, daar ben ik ook al eens geweest volgens mij trouwens. Doedoem. Door is shirt, members only. Ah, ik ben toch gewoon een member. Ik doe niet zo moeilijk. Red Dying. Cooling. Hier heb ik ook nog echt heel weinig dingen geëxploreerd. Spiro, wacht, hoe deden we dat nou? Species. Spiro telt als different voor flying, of? Als je feral hebt, niet. Nee, oké. Okay. Doei. Spiro, Fero. Weet ik waar het weer was. Ah, oké. Okay. Milan, had jij al surf? Nee.
Ik heb nu, ik denk dat ik na deze battle surfer. Ach, ik kan kut. Ik heb die gym helemaal niet voor niets verslagen. Ik kan gewoon zo'n kutting doen, Ing. Ja. Waarom denk ik steeds, oh kut, nee, daar kan ik niet voorbij. Ah, kut. Jawel. Ah, kut. Ja, dat dacht ik steeds, maar dat is helemaal niet waar, Ing. Dat was een leuging. Oké, geef mij surfing. Dankjewel, Ing. Oké. Wacht. Jij was toen net toch ook bij die area waar ik was? Ja, toen ben ik weer helemaal ergens anders naartoe gegaan. Oh nee, een trainer. Dat was niet helemaal de bedoeling. Trainering. Oh, deze is ook level 55. Oh, dit is kut. Wat is dit? Nitteloos. Wat is dit? Ah ja, dat is die gym. Dit is niks. Ja, dit is niks. Ah, hier ben ik al eens geweest. Ja? Dat weet ik nog wel dat ik daar ben geweest. Gelukkig weet ik dat. Cool, hè? Ja. Zeker. Oh, nu ga ik weer naar een pokecenter, maar ik heb geen idee waar ik ben. Welk pokecenter? Als het echt weer helemaal daar bij die Arches is, dan word ik echt geflipt. Oké, nee, dat is niet. Dan wordt het een flipping. Dan wordt het een flipperkast hier. Sander maakt Hard Home City. Van. Hard Home City, ja. Oh ja, en dan ben ik nu weer bij die survival area. Ik kan hier naar onder, is wel crazy. I'm going to do it. Dat is wel een crazy ID-ing. Weet ik niet. Kijken. Oh, hier is ook nog zo'n huisie. Kijk, die had ik anders nooit gevonden. Substitute. Ik hoef nog maar 17 TM's. Ik schiet al op. We moeten nog maar 10 of zo, dacht ik. Kijken. Echt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 6, 3, 7, 8, 7. 9, 10, 11. Ik heb er 11. 18. Oh, dan moet ik nog wel meer. Fuck. Er moeten nog 4. 4 TM's? Ja. Hij heeft ook recycle, hè? Ja, dat weet ik. Oh ja, dat zijn er 3, hè? Zijn er 3? Oh nee. Dus wanneer is recycle 3 TM's? Nee, ik dacht dat je er 3 van kreeg, maar dat is niet zo. Nee, maar dat telt toch niet? Dat denk ik ook niet. Het gaat om verschillende TM's. Ja. Maar ik heb er 21 verschillende TM's. Ja, hij is wel echt heel dicht in de buurt. Hier kan ik niks meer halen, denk ik. Oké, hier zijn ook lekker veel dingetjes. Valor Cavern, dat is A-zelf, dat is leuk, maar daar heb ik niks aan. Nog 3 TM's. Leuk voor je. Is je gegund? Ik zeg wel niks meer. Ik zeg toch, het is je gegund? Rustig, gast. Oh, hey, ik heb de Ghost Gym gevonden. Is die gunstig of kun je dan? Ja, ik weet hoe deze gym werkt, mister met bril. Geen idee of die gunstig is, Sander. Valor Lakefront. Oh, dan moet ik natuurlijk wel... Ja, ik weet... Volgens mij moet je voor die... voor dat ding... Hoe heet het hebben? Rock Smash. Rock Climb. Ja. Smashing the Rockings. You do be needing a Rocking Climb. Oh, Chatot zit hier ook. Natuurlijk. Ja, Chatot heeft... Kut encounter rate. Of catch rate. Wingle. Oké. Ah, nee. Jawel. Wel Wingle. Nee, dat bedoel ik niet. Wacht. Gewoon, wat was dit ook alweer? Oh. Nou ja, prima. Ah, het gevoel dat ik een soort eeuwige loop zit. Ja, dat kan wel eens gebeuren inderdaad. Ah, oh daar.
was slot 3 in plaats van slot 2. Ik was eventjes heel bang. Die vat ik wel. Ja, dat dacht ik al dat jij dat wel vatte. Ja, die, ik ken dat. Ik ken dat gevoel. Kijk, nee, ga weg. Niet kijken. Niet kijken, niet. Die kant op. Oh, dan moet ik alsnog tegen vechten. Man. Zo schiet dat ook nooit op, hè. Ah, nee, nu doe ik roll-out, wat dom. Rolling out, hè. Veel voor een Luxio van level 20 op een Wingo van level 38. Ja, sterke Pokémon is dat wel. Ah, fuck me. Oké, gelukkig heb ik een save state gedaan. Dat meen je. Heel ziek. Heel zieking. Ja, dat vind ik cool. Attack. Weak attacking. Dat wordt niks. Oké, we gaan hier naartoe. Oké. Oh, dit is ook exact waar ik naartoe wilde. Perfect. Ja? Ja. Oh, ik dacht, ziek. Ben je nou sarcastisch of niet? Nee, maar... nee. Ik meen het. Ik ben nu heel erg sarcastisch aan het spelen. Stop met... Gewoon quickballs? Nee, Gligar. Nee, quickballs. Geen Gligar. Gerdolf, oké. Nog belangrijker, een hiker. Hoeveel hikers moest je? 8. Ah, nog 2. Nog 2 te gaan, Ing. Ik moet wel hiervoor. Hier waren toch ook hikers? Oh, dat is onder. Oké. Electabuzz. What the fuck is dit voor plaats? Nee. Ik ken dit helemaal niet. Wat ken je niet? Hier staan allemaal gymleaders te chillen. Dat is in de survival area. Dan kan je ze rebattelen. Maar dat was niet in de BDSP. Nee, dus daarom ken je dat niet. Ja, inderdaad. Dizzy Punch. Oh, daar word ik zo duizelig van. Daar word ik ook wel duizelig van. Is het nu niet meer dat die grot zeg maar onder die brug zit? Jawel. Waarom? Oh, gevonden. Grot onder die brug, hè? Ja, waar je normaal Gibble kan vinden. Ja? Wat is daarmee? Ja, ik kan. Waarom? Hoezo zou die nu... I'm confusing. En gebruik confusion. Ja, oké, fuck it. Ga niet eens moeite doen. Hier, man. Water pulsing. Normaal gesproken zou ik dit nooit doen, maar ik heb hier geen zin in. Ik heb een Master Ball op een chatbot gebruikt. En volgens mij, als mijn telling goed klopt, heb ik nu 6 verschillende flying types. En anders ben ik wel een beetje teleurgesteld. Dus ik moet even naar een PC gaan. Je moet ook even naar een PC gaan. Oh, hier is een PC. Oké, even kijken. Ik heb 1 Staravia, 1 Wingull, 1 Feral, 1 chatbot. Dat zijn er 3. Ah, ik mis er nog 1. God damn it. Oh, maar ik weet al waar ik die laatste kon vinden. Dat heeft Milan me net verteld. Oh, zonder dat hij het door had. Wat heb ik je verteld? Waar ik de laatste flying type kon vinden. Ja, dat klopt. Dat heb ik jou verteld, ja. Alleen, ja, ik moet er nog zien te komen. Ik ben er wel eens een keer geweest. Maar toen had ik nog geen kut. Ja, dat is kut. Ja, dat was heel kut. Dat ik dat nog niet had. Hard home. Deze guy een battling guy? I need to seal the deal. Volgens mij kon ik hier wel. Hier dit stuk. Hey, een Sea King. Die zit in deze game. Ziek. Dat is best wel ziek. Ah, fuck me. Wacht. Kan ik... Ik heb heel veel geld.
Nou, Calcium. Razorwind, die moet ik hebben. Die verkoop, die verkoop. Die verkoop. Die verkoop. Honey kan ik verkopen. Liefstone kan ik verkopen. Moon. Adamant. Ik verkoop echt moker veel. Oké. Dan koop ik een natural gift. Dan koop ik een ball swipe. Dan koop ik een safeguard. Reflect. Light screen. Yeah, strat. Flash. Nee, ik wist het wel al, maar... Ja. Ik had niet genoeg geld. Oké, Fire Blast, Thunder, Blizzard, Focus Blast, Hyper Beam. Oké, ik had al wel één DM daar gekocht. Ah. 1, 2, 3. Oké, ik moet daar terugkomen, ik weet alleen niet meer hoe ik daar kom. Oh, fuck. Ik moet nog 2 TM's. Ja, ik ook. Ik ook. Wat? Hoe dan? 2 TM's. Oh, ik weet het al. Ik moet gewoon naar de department store natuurlijk. Dan kun je het alles kopen. Ziek. Ja. Wat kon ik hier vinden? Ik wil eigenlijk even gauw een PC vinden. Dan weet ik of ik hem gehaald heb. Die 6 flying types. Oh, dit is echt... Ja, ik ga hem niet meer winnen, want ik zit een beetje vast, zeg maar. Lazy Ruins. Een Gasling. Dit is weer een markt. Oh, trouwens. Ging en niet dood. Die markt had toch de quick balls? Kijk. Ik heb nog niet twee. Quickballs. Nee, niet nog een keer naar binnen. Ik moet weer op die route zien te komen, maar het was wel handig geweest als ik fly had op dit moment. 1, 2, ja. 3. Dan was het wat makkelijker 4, geweest. 5. Oh, ik moet er nog 1. Je zit in dezelfde schuit als ik. Ja, maar ik weet echt niet welke. Welke flying type niet? Nee, ja, welke moet ik nu nog halen? Ik weet er eentje waar ik de hele game al mee speel die jij niet hebt. Dat ga ik niet zeggen. Res ik to doubt? Dat is een keuze. Noem je Pokémon eens die je hebt, Sander. Golbat. Starly. Chadot. Ironworks! Wow. Dat is geen Pokémon, maar... Nee. Dat is wel Ironworks. En daar is volgens mij ook die Magmarizer. In de niet gerandomized games. Dus dat is heel ziek. Moet ik op teleurstellen? Ja, doe maar. Ja, daar kan je geen Magmarizer vinden. Ik dacht wel altijd dat hij ook in deze game zat. Ja, hij zit wel in de game, maar in dit locatie. Plaatje bedoel ik. Ah, maar, nee. Ik heb nog maar 1 TM nodig. Ga weg. En ik dacht me te herinneren dat er hikers op die route zaten. Oké, en dan... Zee! Wat is er? Oké, ja. Ik zit nu in Acuity, dus volgens mij zit hier ook een TM. Ja. Kijk. Ja, trouwens, ik heb Chadot. Pharaoh heb ik dan, Wingull natuurlijk, Golbat en Starly. Ja, ik heb een Pokémon, daar heb ik de hele game mee gespeeld, die jij nog niet hebt opgenoemd. Blizzard. Nee, Blizzard is geen Pokémon. Welke is dat? Wacht, nee, ik heb al Blizzard gekocht. Ah, valspelerij, uitzetten. Ja, dus deze heb ik niet. Ah, dat is wel scherp dat ik dat zelf opmerk. Ja, dat is wel netjes van je.
Nee, die telt niet. Fairy setting. Hier ben ik ook nog niet geweest. Lekker. Fuck! Bike stop. Nog een Pokémon Center. Ik baal gewoon dat ik bijvoorbeeld dat plekje niet heb gevonden waar je default kan vinden, zeg maar. Dat vind ik gewoon irritant. Ja, ik kan je niet helpen, want ik weet het oprecht niet meer. Dus. Eigenlijk wel hetzelfde. Ik weet het ook niet meer. Komt me ook goed uit hoor, maar. Ja, ik ook. Maar. Dat terzijde. Dat terzijde. Oh. Ah, nee. Pokeballing, red sharding. Oké. Okay. Daar moet ik. Die route moet ik niet nemen. Die route ook niet, maar. Nee. Dan moet ik die route wel. Nee. Oh, maar hier kan ik wel een TM halen. Trouwens. Op deze route. Maar er zitten geen hikers. Ah, stop met confused zijn. Dankjewel. Oké. Ik moet alleen kut leren. Dat zo. En niemand kan het leren. Wauw, oké. Nou, op naar de center. Die zit hier. Oké. Hè, welke flying type zit er? Ja, Tropius, maar die heb je sowieso niet gevangen. Die is best wel lastig te vinden volgens mij. Die moet ik helemaal gaan surfen. Fuck me. Er zit er nog meer in. Ik ga niks zeggen. Firestone. Ah, kijk, hier zit het. Wie zou het kunnen leren? Oh ja, starter natuurlijk. Die kan wel weg. Nee, dit was niet te bedoelen. Oh, Green Shard. Ja, dat. Ik wil gewoon die laatste guy perfecting. Eigenlijk. Moet je dan gewoon zo? Nee. Zo. En dan zo was het toch. Nee, wacht. Dit was het stomme huisje waar je helemaal niks kan halen. Oké. En dan HM. Chimchar. Hartstikke idee. Let's go. Dan gaan we de laatste team op. What the freak? Ja, ik heb Chimchar gekozen. Nee, ik heb dit keer geen Chimchar gekozen. Kijk, hier was een plate. Die hebben we niet nodig. Magmar. Leuk man. Skippen die. Oké, en ik ga hem nog even voor de zekerheid tellen. Verstandiging. Oh, trouwens, ik heb... Deze heb ik. Ik ga wel echt weer... Ja, nu mag de laatste worden. Als ik dat zo zie. Nu mag ik hem wel afkruisen. Oké. Maar ik moet nog steeds op die ene route komen... waar Milan het over had. Flamethrower? Oké. Dat is ook wel chill. Nee, die... Oh, dit is heel lucky. Ik wilde deze niet hunten, maar... Ik moet hem alleen zien te vangen. Dat is... Ah, kut, sorry. Hier. Dank je. Wauw, dat deed echt tyfus veel. Oké, nu moet hij... Capture rate natuurlijk. Ja, sowieso. Wacht, wie? Ja, dat heb ik nog niet gezegd. Dat, ja. Ik zeg pas als ik hem heb. Oké. Okay. Oh mijn god, bro. Dit meen je niet. Wat gebeurt er? Oh, hij wil niet in de bal. You get in the ball. Get in the ball, Mantike. Heb je die, Milan? Nee. Ik heb die niet. Clown. Leuk. Oh, dit is coin flip. Oh, dit kan niet waar zijn. Oh, coin case. Oh.
Dit is echt zo hinderlijk. Gare godverdomme. Echt, what the fuck, dude. Oké. Okay. Mando is not lying. Eindelijk, oké. Okay. Welke Pokémon heb je? Scyther. Ah, die kan Scyther? Ook nog, ja. Oh. Dat is inderdaad lucky. Daar had ik niet eens aan gedacht. Maar er zijn nog wel meer. Ik kan er zo nog meer noemen, zeg maar, die Sander niet heeft genoemd. Ja, er was eentje die echt heel makkelijk. Mm-hmm. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sowieso. Ik kan hem alleen nu niet verzinnen, omdat ik nu. Oeh, dat is ook wel eentje. Niet nadenken. Ah, de tijd is al bijna voorbij. Ik ben veel te laat begonnen met de dingen die ik eigenlijk moest doen. Past. Je hebt gewonnen, denk ik. Ik niet hoor, ik sta achter. Met 3 zelfs, dat ga ik nooit meer inhalen. Dit is 17. Ik ga het ook nooit meer inhalen, maar... Dit is 18... In het begin bleef ik ook veel te veel in Jubilife, denk ik. Dit is 19. Stom. Ik kom er niet tegen. Nou, misschien zit hij niet op deze route. Oké, dan parkeren we hem gelijk even hier in deze route. Oh, dit is wel heel kut. Oké. Go. Ik wist het. Voor 1. Nee. Oh, ik zit heel dichtbij een ander vakje nog. Ja, ik ben ook een paar keer op een route geweest waar ik nog een ander vakje kon afvinken. Maar daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht tot heel kort geleden. Shit, dude. Oké, hier. En ik verbaas me dat jij die ook niet hebt. 1, 2, 3, 4. Different Pokémon. Dan mag het wel in de evolutielijn zijn, toch? Om welke gaat het nu? Starly, Staravia. Oh, die 20 verschillende Pokémon. Ja. Of hoeveel? Ja, dat hadden we afgesproken. Oké. Ik ben nu wel in een route waar ik nog niet geweest ben, maar het is nou te laat. En ik moet eigenlijk een center vinden om te checken voor die two-hit move. Nee, oké, nu weer. Ga ik nog even doen. Two-turn move, hè? Niet two-hit move. Ja, two-turn. Oh, wacht. Ik heb een idee. Oh, kut. Oh ja, die floatsel heb ik ook nooit meer gevangen natuurlijk. Fuck. Oh, fuck. Ik ben echt zo'n sukkel. Nou ja, never mind. Ik heb me al verloren gegeven, maar ik bedacht me net wel iets. Mag je best wel vertellen hoor. Ja, als je Hyper Beam hebt gekocht, heb je toch een two-turn move. Die kan je toch aan iemand leren. Oh ja. Ja, dat is wel waar. Even kijken. Ik ga voor die two-turn move even checken wat ik heb. Ik kwam ook op een gegeven moment de Floatzel met Razor Wind tegen. Die wilde ik toen vangen, maar ik had toen niet genoeg pokeballs. Alleen ik ben later compleet vergeten om pokeballs te halen en zo. En daar terug te gaan. Rollout is toch... Oh nee, dat is meerdere turns, maar dat kan 2 zijn, toch? In theorie kan dat 2 zijn, ja. Moet ik dat dan meetellen op? Nee. Heb je rollout? Ja, ik trouwens, heb een B-barrel met rollout. Ook. Ja, ik heb ook rollout. Ja, is niet per se two turns, zeg maar. Oké, nou ja, dan leer ik gewoon Hyper Beam aan iets. En dan is het ook goed. Ook. Hyper Beam. Nee, niet in Cynthia. Oké, maakt toch allemaal niet meer uit. Oh, dan ga ik dood. Dat is misschien juist wel mooi. Hier, Hyper Beam. Kom ik weet niet meer waar ik dan terugkom, maar... Even kijken. En ik was ook met een ander vakje bezig, maar
kwam ik niet de juiste Pokémon. Ja, ik weet al welke. Je zocht een Pachirisu, of niet? Ja, ja. Ja. Chorisu? Ja, ik had er meerdere gevangen. Ja. Ik had er meerdere gevangen, maar die hadden allemaal Runaway. Wauw. Dus, ja. Dus dat was heel kut. Ah, fuck, ja. Nu loop ik in een dubbel battle. Is niet en anders. De hikers weet ik gewoon eigenlijk niet zo goed waar ik moet gaan zoeken. Want ik had er twee tussen Hard Home en Mount Coronet. Ja, dan ja had ik ook. Dan had ik er nog twee in dat andere stukje. Tussen Orberg en Mount Coronet. Ja, inderdaad. Had je ook die twee in Iron Island dan? Of? Nou, waarschijnlijk niet. Die heb ik ook niet gedaan. Nee, maar die had je dan ook nog kunnen doen. Maar Milan heeft waarschijnlijk die onder de brug. Ja. Ja, ik wilde daar naartoe voor Gligar, maar ik besefte me nu net ineens. Oh, wacht maar, er zit ook die hikers. Daar zit ik nu weer hier in de Kennenleve. Nou ja, ik wil wel kijken wat de laatste. Het is dat het af is, want ik ben nu eindelijk waar ik moest zijn voor de dingen die ik wou doen. Het is, ik wou namelijk, ik ga gewoon zoveel mogelijk Pokémon's proberen te vangen in de Safari Zone, die ik nog niet heb. Voor die 20 Pokémon. Hé, hey, jammer, dat is een flying Pokémon, of niet? Ja. Of welke flying had jij dan, Milan? Pidgey had ik gevangen. Oh, die ben ik niet tegengekomen. Ik had nog een makkelijkere. Ja, Beautyfly. Nee. Oh. Gyarados. Gyarados, inderdaad. Nee, maar ik heb nooit dingen gehad, hè? Ik heb nooit een fishing rod gehad. Nee, ik ook niet. Of surf, ja, dus dat viel voor mij af. Ik had gewoon de good rod opgepakt. Ook die heb ik nooit tegengekomen. Het is tussen Nando hard heeft weer gewonnen. Het wordt ook gewoon saai. Nando wint altijd. Misschien moet ik gewoon niet meer meedoen. Dan, Jawel. Nee, het is te gezellig. Dat maakt het interessanter. Ik vind het hartstikke leuk als je meedoet. Nando. Ja, leuk om te horen. Daar doen we het voor. Precies. Ja. Nee, deze. Jammer dat je altijd wint. Ja, daar kan ik niks aan doen. Het is ook altijd dezelfde stand. Ik laatste, Milan tweede. We hebben ook altijd... of niet altijd, maar we hebben nu wel allemaal een vakje die iemand anders niet heeft, zeg maar. Ja. Waarom zijn jullie trouwens niet voor Struggle gegaan? Ja. Weet je hoe moeilijk dat was? Weet je wat ik last had? Als ik in het begin moet... Eigenlijk moet je dat gewoon in het begin doen, want dan heb je amper moves. Maar ja. Op een gegeven moment... Bijna elke Pokémon heeft 4 moves. Ja, dan ga je of een keer dood of je hield per ongeluk. Ja. Nou, dan ga je beter een hele sterke Pokémon hebben met alleen maar moves met 5 pp. Ja. Maar... wat even iets anders, hè. Ik merk gewoon dat ik de prioriteiten gewoon niet goed leg, zeg maar. Dat ik veel te veel bezig ben met één moeilijk vakje en dat ik dan de rest vergeet. En trouwens, die recycle die ik had, die moet je bij een trainer in een specifiek gebouw halen. En dan moet je net op die verdieping komen, zeg maar. Ja. Dus daar had ik wel veel geluk mee. Ik dacht dat het bij een lake lag. Nee, recycle is ergens in een gebouw. Die Sprayduck hebben jullie ook niet, terwijl dat was echt die had ik echt heel erg in het begin. Echt in Jubilife of zo kon je die al halen. Je moet dan in de Berry winkel zien te komen. Maar... Ja, en daar was Oh, het. Daar ben ik sowieso geweest. Ik wist niet dat je daar met mensen moest praten voor die Sprayduck. Ja, ik heb daar met iedereen gepraat waardoor ik hem had, want anders wist ik het ook niet hoor, maar... Ja. Ah, shit. En die Rotom trouwens heb ik... Ja, dat is natuurlijk dan ook moet je een ook heel in de laag kamer. Standaardje. Mm-hmm. Kamer vinden en anders ben je de lul. Ja. Ah, fuck jou, Slowpoke. Ik heb helemaal niks tegen jou. Je bent te hoog level. Nou ja, ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze super vette, coole bingo. We gaan het snel weer doen. Volgende keer wel weer platinum. Ik vind het wel leuker. Ja, ik heb... Ik vind hem minder leuk, maar... Het is iets trager, weet je. Ja, dat wel. Ik wil hem nog een keer doen, hoor. Zeker. Je kunt hier iets meer... Bij Emerald, dan heal je. En dan kom je compleet ergens anders uit. Waardoor je niet meer terug kan naar oudere plaatsen.
klopt, alleen dat kan soms ook wel heel erg helpen. Dat is waar. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. We gaan zeker nog een keer Platinum doen. Ik vond het ook wel leuk. En dan zie ik jullie weer later bij een nieuwe video. Adios, amigos.